Nou, ook nooit meer dat hallo, je nu in de zin begint, dat hij... Oh, kijk, daar al. Ja, dat is wel hoe het werkt. Als je nu met de zin begint, dan hallo. Ja. Ja, goedenavond allemaal, daar zijn we dan. Het is zondagavond, nummer 117. En ik stel jullie voor aan de cast van vanavond. Kenji, C.A.S.M., Nessiru, die je voorheen kende als Amaranta, maar die nu eventjes onder een nieuwe naam door het leven gaat. Ariana, Shannanina, Chaponil, Lars Peterson en KCNL. Welkom allemaal. Ja. Ik besef me nu ineens dat ik eigenlijk al een tijdje niet meer de intro speech doe met... iedereen is even belangrijk en als je elkaar in de radio wil vallen. Maar bij deze, ik zeg het er nog maar eens een keer bij. Het idee van de talkshow is allemaal streamers bij elkaar. Maakt niet uit of je nou een grote streamer bent, een kleine streamer. Maar iedereen is even belangrijk en als je elkaar in de reden wil vallen... of je wilt er ergens nog over hebben of je denkt... ik heb ook nog een topic. Kom er vooral in. Nou, mijn week was hartstikke leuk. Dus, top. Hoe was de week? Hebben we nog wat meegemaakt? Hartstikke goed gaat het hoor. Gewoon lekker een beetje veel gestreamd. En weer een beetje proberen wat ook van YouTube te maken. Dat zie je tegenwoordig veel gebeuren. Streamers die ook veel YouTube dingetjes doen. Daar probeer ik een beetje in te duiken. En dat gaat op zich wel lekker. En het editen is soms wel echt een hel. Ik weet niet of mensen hier hun eigen video's editen. Maar dat is echt vreselijk. Ik kan zeg maar wel naar mezelf kijken als ik mijn streams terugkijk. Maar als je dan jezelf gaat terugkijken terwijl je het aan het editen bent en kijkt van wat zijn leuke stukjes of zo, dan... Ja, omdat je, dat daar heb je moeite mee. Confronterend is van, jezus, is er maar zo weinig leuk geweest. Ja. Ik heb alleen maar 5 seconden en het moet een video van 10 minuten zijn. Een existential crisis van waarom kijken mensen hiernaar? Ja. Precies die. Ja. Ik kijk ook mijn eigen streams niet terug daarom, omdat ik dan echt... confidence issues krijgen. Maar bij de stream snap ik het wel. Want als ik mijn stream terugkijk, dan denk ik van ja, weet je, het was wel gezellig en je ziet de chat er zo bij. Ja, dan snap precies. Je de vibe een beetje of zo. Maar als je dan dat naar een video wilt vertalen, dan denk je ja, mensen gaan dit nooit. Dit gaat gewoon niet goed. Maar dat is het te mogen. YouTube content en Twitch content is ook gewoon anders. Mm-hmm. En dus ik vind ook niet dat het heel goed werkt van gewoon Twitch copy-pasten of op YouTube. Ik vind dat minder goed werkt dan dat je echt daadwerkelijk content voor YouTube maakt. But that's me. Nee, dat is ook zo. Een beetje aan wat het is, toch? Ja. Ik denk dat het wel een beetje afhangt van wat je nu juist doet. Hè. Bijvoorbeeld in de League community of zo heb je zo Red IRL en die kent dat eigenlijk echt wel heel erg goed. Dus die doet een bepaalde challenge of zo en dan post hij die challenge gewoon op YouTube omdat dat gewoon keihard werkt. En ja, ik denk dat het gewoon een beetje ervan afhangt wat je idee er rond is. Kijk, als je de hele dag ligt te just chatten, ja, dan gaat dat niet. Of iets anders doet, maar sommige... Nee, maar überhaupt inderdaad niet. Lukt wel. Ja, ik denk dat gewoon, ze knippen gewoon één video op en die zetten ze gewoon op YouTube 10 minuutjes en dat kijkt gewoon makkelijk weg. Ja, ik denk dat juist just chatting is meer voor YouTube dan gaming. Tenminste, dat heb ik. Als ik iets op social media of YouTube of zo zet waar ik aan het gamen ben, dan is er heel, heel weinig aan de hand. Terwijl als ik echt iets just chatting doe en dingen aan het doen ben en zo, dan is dat veel grotere kans dat het een beetje viraal gaat ook. Veel beter. Ja. Maar Sjors, jij deed toch ook dat sporten? Want dat was echt leuk. Sjors aan de slag heet dat. Dat was echt inderdaad unieke YouTube-video. Als je bedoelt, ja, ik ging tennissen bij TOS. Dat heb ik dan ook gefilmd. Naast dat het natuurlijk gestreamd was op zijn kanaal. Ook zelf nog gefilmd. En ook volleybal en paardrijden. Dat was wel heel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk vanwege de lockdown een beetje stilgelegd. Maar dat wil ik wel weer oppakken inderdaad. Maar ook hele leuke filmpjes. Een beetje een soort man bij het hond vibe of zo. Gewoon zo'n hele droogkloterige... Ja, was heel leuk. Ja. Heel leuk. Ja, dankjewel. Ja, thanks. Ja. Dus misschien komt dat binnenkort dan weer. Wat is daarmee gebeurd dan, George? Wat zei je? Wat is daarmee gebeurd dan? Nee, dat heb ik ergens gefilmd in september, oktober of zo. Dan ben ik gewoon bij mensen uit de community. Want ik vertelde gewoon van... God, lijkt me leuk om wat meer dingen te leren of zo. Ja, ik ben niet echt een grote sporter of iets dergelijks. Er zijn er mensen wel die dan bijvoorbeeld al 20 jaar op volleybal zitten of op paardrijden. Die zeiden van, joh, kom een keertje langs bij mij. Dan ga ik je wel even een middagje lesgeven. En een vriend van mij is dan de cameraman. En dan gaan we zeg maar op pad. En dat is dan... Ik vond het wel heel leuk. Nu wordt het inderdaad wel heel erg man bij het hond. Als ik jullie dan ook vriend als cameraman samen door de straat. Ja, zo gaan we dan. We komen nu bijna aan. Ja. Ja, lekker. Ik heb gisteren een spicy stream gedaan. Ja, hoe was dat, joh? Het heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag een hele intieme relatie met mijn toilet had. Het was behoorlijk doorbijten en vandaag heb ik echt de price daarvoor moeten payen. Dat was wel... Dat moet ik wel zeggen.
een spicy stream en daarna een relatie met een toilet hebben, kunnen twee dingen nog steeds blijven. Ja, oh my god. Laat ik het zo zeggen. Ik heb pittige dingen gegeten. Ook maar nog steeds kan het nog van alles zijn. Maar, hoe pittig ben je gegaan dan? Nou, ken je Hot Ones op YouTube? Ja, ik had The Last Dab had ik ook ertussen zitten. Dus dat soort, dat was, wat is dat, 2 miljoen Scoville. Had je ook Da Bom erbij of niet? Da Bom was uitverkocht helaas. Oh, dus, die heb ik wel eens op. Die is ja, dat is ook, ik moest bij Game Kings ook spicy shit eten op die kerststream. En ik heb gewoon een half uur van zo'n klein puntje hot sauce heb ik gewoon een half uur zitten huilen en kwijlen. En ik dacht echt dat ik over mijn nek ging. Ik zat daar, ik kon niet meer praten, ik kon niks. Ik zat dat is verschrikkelijk. Maar dan is het gewoon pittig voor het pittige. Dan is het niet eens meer lekker meer. Dan is het gewoon van, hier heb je een beetje vloeibaar lava. Doorslikken en lijden. Why? Hoeveel vocht er uit een gezicht kan komen, was mijn beetje. Het komt hieruit. Gewoon puur uit alle poren. Je komt zwee. Ik zou niet alleen uit je gezicht. Nou, ik heb ook iets leuk gedaan. Ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven in het Nederlands gestreamd. Nice. Daarvoor deed ik het altijd in het Engels. En vandaag was de eerste dag dat ik dacht, oké, we gaan het toch eens proberen. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Maar ik was wel aangenaam verrast. Ik vond het wel echt tof. Dus ik snap eigenlijk wel waarom dat jullie het doen. En, heeft dat ook te maken met je name change dan? Van It's Amaranta naar Nesure? Nee, dat is een beetje anders. Ik denk, ik was gewoon, It's Amaranta paste gewoon echt niet meer bij wie dat ik was. En het was ook niet zo de meest makkelijke naam, denk ik. En ik wou gewoon iets dat wat dichter bij mijn echte naam was. Dus vandaar Nesure. Maar ik voel even déjà vu. Wat is dan je echte naam? Nesure. Oké. Okay. Sorry? Ja. En je bent benieuwd wat mijn echte naam is, Candy. Ja, wat toevallig. Shoppo, is dat niet Jasper dan? Jasper? Nee, Candy. Nee, mijn vader noemt zichzelf graag een capabele advocaat, maar zijn kinderen inschrijven bij het gemeentehuis is verkeerd gegaan. Dus hij heeft mijn doopnaam als roepnaam opgegeven. En dat is Lambertus. Dus als ik naar Schiphol ga, dan is het, kan Lambertus zich melden en dan... Lambertus, heel nice. Oh, wat goed dit. Voor de chat, we waren dit dus bespreken voordat de talkshow begon. En we zochten, ik zocht heel even een manier om dit erin te krijgen. Dus dank heel simpel. Heel simpel. Exposure, heel lekker. Ik wou net zeggen. Het was bijna net dat je zei, weet je, ik ben altijd benieuwd. Is er iemand met een doopnaam die begint met een L? Zo'n soort van, hoe heet ze ook alweer, die medium van, ik voel een L. Ja, Sharp. Of dat hij zo'n Ouija-board erbij pakt. Dan gaat hij de hele tijd naar de L hier. Ook dat kan een andere reden hebben. Ik ben heuse grimeur geworden, want ik werd dus uitgenodigd door Vief. Om haar te komen schminken voor een iets wat ze voor een subbeton of zo een goal had gezet van Nederlandse stream met Shanna schminkdingen. En toen vond ik het super leuk om te doen, want ik doe elke Halloween wel mijn eigen schmink altijd. En dan ben ik dan echt... Dat is echt super moeilijk trouwens. Ja, het is lastig, maar op jezelf valt het best wel mee. Maar dit was dus de eerste keer dat ik het op iemand anders had gedaan, die schmink. En dat was dan veel moeilijker, want ik ben rechts. Maar ja, als je dan de linkerhelft voor mij links, zeg maar, dan zit je tegen die neus aan met je hand en zo. En ja, het is heel moeilijk. Ik heb op Twitter gezet. Ja? Ik vond die stream echt zo grappig, omdat jij en Vief zijn zo verschillend. Vief zat de hele tijd, nee, dat kan je niet zeggen. Niet op mijn kanaal. En zij zat echt, zag ik mijn dick. Ze had ook de stream op 18+ gezet, alleen maar omdat ik langskwam. Nee, misschien niet hier, Shanna, Nina, nee. Luister maar, mijn kanaal, toch? Niks aan de hand. Maar toen had ik op Twitter gezet van, hey, ik vond het echt best wel leuk. Lijkt me leuk om meer streamers te schminken. Dus toen kreeg ik een appie van Serpent van, hey, kan je ook, ik ben een subbeton aan doen. Kan je me als Spider-Man schminken? Weet je wel, dus toen was het, nu dan, vanavond? Ja, is goed. Dus toen zat ik opeens bij Rick thuis hem te schminken. Dus ik ga nu denk ik gewoon meer streamers schminken. Dat is wel hey, I'm down. Ja? Ja, zeker. Wat zou je willen dan? Oh god, het meest grote wat je... Nee, ja, ik wil het eigenlijk niet weten. Nee, man. Kan je wel een soort chapeau-armen schminken? Nee, maar vooral gewoon, eigenlijk, ik wil het gewoon niet weten. Dat ik pas op het einde erachter kom en dat lijkt me echt geniaal grappig.
Ja, dat moet je wel grappig. Je hebt wel net gehoord wat Ariana zei over Shanna, zeg maar, over de sfeer waar je dan waarschijnlijk in gaat belanden. Dat je zeg maar Mount Penis gezicht hebt, zeg maar. Dat is natuurlijk, waar heb je het over? Kan alleen steden, maar goed gaan. Kom je ook naar Zweden? Nee. Wauw. Wow. Dat is niet zo heel ver. Het is ook niet zo duur, hè? Zweden een enkeltje is iets? Nee. Of een, is 80 euro, dan ben je terug. Ja, maar lopen. Als je flesje water komt, ga je failliet in Zweden. Ik wil niet... Dat wel. Echt zo. True. Antwerp is niet zo ver. Nee, dat weet Nederland. Ja, zo. Nee, dat is waar, hè? De rest nog iets meegemaakt deze week? Iets bijzonders? Nee, ik ben weer begonnen met werken. Ik had vakantie, nu niet meer. Sad. Dus ja, een beetje wel. Je bent een streamer, dan werk je toch niet meer? Nou... Dan begrijp ik het verkeerd. Ik word nog steeds 4 dagen per week gewoon verwacht bij mijn baas, hoor. Dat, Jezus. Afschuwelijk. Helaas. Lars, hoe is het bij jou? Ja, ik ben weer begonnen, eigenlijk. Ik had even de eerste week van het jaar een soort van pauze-rustweek genomen om even alles weer een beetje op orde te zetten. Ik had natuurlijk vorig jaar mijn voet gebroken, dus kon al 3 maanden niet echt content maken die ik tof vond. En nu gaat dat weer, alleen ik dacht, weet je wat, ik ga wel van tevoren bedenken van wat wil ik nou, voordat ik er gewoon induik en dan denk van ja, welke kant gaan we eigenlijk op. Dus het voelde wel weer als een lekker productief weekje, dat is ook wel eens fijn, na zo lang zeg maar niks doen. Maar wat heb je gedaan dan? Ja, ik deze week, ik ben weer 2 keer live geweest, dat heb ik ook al een tijdje even aan de kant gezet. Ik ben weer YouTube-video's gaan opnemen, want ja, ik kan nu gewoon weer mijn dingen doen. Dus lopen. Woensdag hebben we auto gereden met de schokband om. Best wel grappig, alleen we hebben wel op een industrieterrein, hoor, dus niet dat mensen denken van gaat het zo ver. En vrijdag en zaterdag heb ik een discotheek gebouwd in mijn schuur in mijn tuin. Ik dacht ze wel lachen om gewoon, ik moest de schuur ombouwen. Ik denk misschien is het wel leuk om dan gelijk gewoon een DJ-set en rookmachines en moving heads en weet ik het allemaal gewoon ook erin te flikken, dat het gewoon eigenlijk een beetje lijkt op een miniclub. Dus ja, ik ben wel weer druk aan de slag, zeg maar. En handig in deze tijd. Ja, je mag niet uit, dus ja, dan breng je het maar naar je tuin, toch? Ik denk dat je toch een beetje praktisch nadenken. Zijn er mensen wel gisteren bij horecagelegenheden geweest die, zeg maar... Ja, Shanna? Ja, ik moest werken. Het was echt gek. Oh. We stonden ook op Dumpert met onze kroeg, trouwens. Maar heel even, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben, hè? Want het is natuurlijk super lachen dat het... Maar hoe gaat dat dan? Is het zo van iedereen die wil werken, kan werken? Of is het wel weer zo van je moet werken? Of... Nou, ik werd wel een soort van verwacht. Sowieso hebben we een tijdje al dat we afhaal doen. Gewoon van bierpakketjes of dat soort dingen. En met Oud en Nieuw hadden we wat glue wine en dingen, weet je wel. Want we hebben aan de voorpui hebben een heel groot raam wat openschuift. Dus dan hebben we een soort van afhaalloketje. En dat hadden we gisteren dus ook weer gedaan. Een beetje om aan de veilige kant te stellen. Maar toen kwam er voor dat raam stonden gewoon op een gegeven moment iets van 60 mensen of zo. Toen kwam er een guy aan met een hele grote speaker op zo'n trolley. En die zette gewoon keiharde techno aan. En toen konden we het niet meer tegenhouden. Weet dat was gewoon vissa. Ja, precies. Lekker, man. En overal was het open. En iedereen, ja, het was echt gek. En toen hebben we die shit dichtgegooid. Zijn we zelf gaan dansen. En toen stonden we dus op Dumpert. Omdat er allemaal... Ja, er stonden echt 60 man gewoon op de platstenen brug hier. Het was echt, voelde gewoon als Koningsdag. Ja, maar dan koud. Dat wel. Ja. Ik moet... Dan zal ik het laatste verhaal doen dan wat er is gebeurd. Nou, Daniel en vooral Sumi, die hebben mij gisteren eigenlijk nog gewingmand per ongeluk. Want ik zat met een paar mensen op de bank en daar zat een jonge dame naast me. En die was zich al een beetje in me aan het verliezen. Maar toen ik een bericht kreeg van Sumi van... We hebben je morgen nodig. Wel onder de noemen van... Hè, we hebben zwaar geschut nodig in plaats van dat hij eerlijk zegt... Er is iemand afgevallen. Maar toen kreeg ik een berichtje. Ik zeg, ach ja, kijk toch. Het leven van een internet celebrity. Ik moet morgen weer bij Daniel Lippen zitten van Slam FM. Ken je die? Oh ja, die ken ik wel. Ik zeg, oh ja... Moet ik weer in de uitzending? Ja, ze zijn dol op me. Ja, toen was ze kwijt. Toen was het over. Dus nog bedankt, Daniel, hiervoor. Ik wist dit eigenlijk niet, dat dit allemaal gaande was. Totdat ik een appie door kreeg. Maar wilde ik dit zeg maar maandag op de radio gewoon ergens tussen 2 liedjes laten horen. Omdat ik dacht, ja, dat is wel top. Ik zou dat sowieso doen. Ja, dat was dit appie, geloof ik. Even kijken, hoe klonk het ook weer? Ze wil...
Ze wil één ding nog zeggen. Zeg iets. Nee. Als jij op radio zegt dat het heel goed kan pijpen, luister ik voor altijd alleen nog maar Slam FM. Ja, ik, nou, zal het door, ik zal het doorgeven van... Een trouwe klant erbij, zou ik zeggen. Want ze kan het, hè, ze kan het makkelijk wegwerken door mij. Toch geen problemen voor ons. Ik zal dit morgen uitzenden op de radio. Oh, wat goed, maar dan kijkt hij ook wel nu, lijkt mij. Oh, wat toch? Goed. Zij kijkt sowieso dan wel. Als ze dat nog weet. Hey, luister, ik kijk. Ik zit zo'n groot verhaal op te hangen daar... Maar dan stel, ze vindt me, hè, met me nog geen 1000 volgers op Instagram. Dat is niet het verhaal wat ik uit het uitdragen was gisteravond, hoor. Daar gaat het. Dus mijn alter ego ging ik toch wel... die heb ik verzweken gehouden. Dus zij kent jou alleen nog als Lambert. Lambert. Ja. Heftig. Oef. Ik heb daar wel handig zo'n schuilnaam gewoon. Van onze kroeg in de LinkedIn gezet van Dumpert. Dan kunnen jullie het zien. Het is echt heftig. Waar staat hij? Wat er bij jouw kroeg gebeurd is? Ja, voor de deur. Er staat een filmpje op Dumpert. Die heb ik erin gezet in de chat. Even kijken. Al onze windschermen zo zijn ook stuk. Van terras. Oh, hij heet ook in Alkmaar is het feest. Ja. Wacht, waar staat hij in de chat? Van Alkmaar, joh. Zal ik hem even laten zien dan? Ik kan hem ook wel in. Ja, hier. Ik laat hem wel even zien op stream. Dit is het filmpje waar het om gaat. Kijken. Jeetje. Oké, wie kan Shanna zien? Ja, ik sta net onder links onder het IPA-bord. Het ziet er wel gezellig uit, laten we eerlijk zijn. Ja, het ziet er wel uit als een feestje, ja. Het is al vroeg al aan het worden, of niet? Ja, het was... Je hebt coronaprotesten gezien die minder druk waren. 4:30 of zo. Ja, het was heel tof. En je houdt het toch niet tegen, weet je. Als dat voor je deur staat, ga je ze ook niet wegsturen. Dus wat dat betreft hadden we gewoon om 5:00 alles dichtgegooid. En gezegd, joh, wij gaan ook dansen. Wel mooi dat je zo je handen ervan afhoudt van... Je houdt het toch niet tegen, terwijl je zelf actieve feestje aan het maken bent. Ja, luister. Ja, maar niet tegen. Begonnen op een gegeven moment, luister. Je houdt het niet tegen. Wij staan daar gewoon drank te schenken. En er is muziek, maar je houdt het niet tegen. Op een andere manier. Schone boksen, drank, dan hou je toch niet meteen op. Ja, nee, terwijl dus je mensen echt hun bek vol staat te gieten met drops. Ja, nee, je houdt het niet tegen. Oh, ja, nee, dat was wel heel erg leuk. Het is ook vet raar om dat dan op Dumpert terug te zien of zo. Dat was wel bizar. Ja. Ja. Dumpert fans. Hebben jullie een goede dag gedraaid gisteren? Hebben jullie een goede dag gedraaid dan gisteren? Ja, op zich wel. Was wel. Ik had wel weer een weekje vooruit kunnen in lockdown. Ja. Hey Shanna, als mede Alkmaar, welke kroeg was dit? Ik werk bij Café Paradiso. Het is Okay. In de brug. Ja. Ja, ja. Nou. Ja, het filmpje was niet te zien, maar... Ja, het filmpje is bij de koning. En dan toen op een gegeven moment ging de koning eerder dicht dan wij. En toen kwam die hele meute naar ons, zeg maar. Dat was wat er gebeurde, ja. Alkmaarse gezelligheid, hè, jongens. Ja. Lekker. Ja. Hey, maar om dat er dan maar even als topicje in te gooien, want... Was natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling, hè? Het zou eigenlijk allemaal pas over 10 dagen nog een keer bekeken worden. De horeca moest dicht blijven. Ja, alleen gisteren leek het in één keer overal weer gewoon feest te zijn. Ik zag ook op de stream van Rick, die zat in één keer ook in een kroeg. En toen werd hij uitgenodigd in de keuken van een restaurant. En overal was het gezellig. En zelfs, de hele 5:00 smiddags regel was er in één keer ook vanaf. Want om 10:00 s'avonds zat iedereen ook nog gewoon op het terras. Bro, waarom ging hij eigenlijk in de keuken eten? Ik was later in zijn stream gekomen. Volgens mij was hij daar uitgenodigd. Gewoon omdat die gozer in de keuken... Die kijkt altijd naar zijn stream. En die zei, yo, kom anders even meekijken in de keuken. Oh, nice. Ja. Maar wat vinden we daarvan? Want het was natuurlijk... Ja, zoals ik al zei. Het was eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Maar het was wel te verwachten. Laten we eerlijk zijn. Ja. Iedereen zijn emmer is vol. Er komen van die onzinnige regels van... als je kan sporten op het werk, dan mag het wel. En de sportscholen zelf niet. En niemand snapt die regels meer. Niemand heeft nog... Er zit geen logica meer achter. Dus ik snap wel dat vooral de mensen in de horeca zoiets hebben... en de ondernemers van jongens, fuck jullie, we gaan het ervan maken. Dus ik snap het wel. Vooral ook omdat, volgens mij laten de cijfers ook zien... dat er niet heel veel besmettingen vanuit de horeca komen... Dus dan voelt het extra zuur of zo. Volgens mij is het nu grootste gedeelte is scholen en kinderen. Ja, scholen. Ah, ja. Hier die zijn nu weer open juist. Hier in Zweden is alles gewoon open gebleven... en is niet echt uit de hand gelopen... meer dan ergens anders of zo. Dus volgens mij klopt is dat ook niet... Ik denk juist dat deze feestjes... zoals dat dan in Alkmaar helemaal
gek uit de hand gaat lopen en zo, dat dat meer corona oplevert dan als het gewoon open was geweest voor altijd. Ja, dat denk ik bijna wel zeker. Ja, daar ben ik ook bijna vrij zeker van, want in België is ook alles open gebleven. Ik moet wel eerlijk zeggen, de Belgen zouden dit echt nooit durven. Ik vind wel het feit dat jullie dit durven, vind ik wel echt... Ik mag dat niet zeggen, maar ik vind dat wel echt cool. Maar wij zouden dat nooit doen. Ik denk niet dat zoiets in België zou gebeuren. Maar wij hadden zelfs burgemeesters die op televisie zeiden van... Ja, het is niet normaal en ik ga er niks aan doen en ik snap het helemaal als ze open gaan. Ja, ze gingen niet handhaven, zeiden ze van... We hebben ook geen politie gezien de hele avond niet. Er was gewoon niks aan de hand. Ja. Maar dat vind ik dan weer wel... Weet je, je zendt wel foute signalen uit op die manier. Het is een beetje zoals wat Kenzie zegt. Hè. Op den duur weten echt niet meer, wat is er logisch? Wat zijn de regels? Waarom dit wel en dat niet. En als je dan zegt, het mag niet en je gaat dat niet handhaven, ja, dat klopt eigenlijk ook niet. Hè? En eigenlijk vind ik dat jammer in de zin van, ik gun jullie feestjes. Hè? Ik vind het keitof dat je keitof tof tijd hebt gehad en zo. Maar langs de andere kant gaat het ook wel in de hand werken dat mensen zich totaal niet meer aan de regels gaan houden. Eigenlijk van heel die corona-gedoe er niks meer van gaan geloven. Minder vaccinaties en alle gevolgen van dien. Dus ergens vind ik wel dat er een balans moet zijn. Ja, hoe dat het dan juist moet, dat weet ik niet. Maar ik vind het niet goed en niet 100% slecht. Nee, maar in principe wat jij zegt, als ze puur hypothetisch, stel ze gooien alles open. De bioscopen gaan we open, de restaurants. En daar worden gewoon de regels gehanteerd zoals altijd van hou je afstand, was je handen met klachten, blijf thuis. Als je dat dan al gewoon doet en je, volgens mij heb je dan exact dezelfde resultaten. Want ik ben toen naar de bioscoop geweest, nou, twee stoelen rechts van me, de twee stoelen links van onze groep. Dat was vrij voor ons, achter ons. Veiliger, meer veiliger dan dat kan toch niet? Ik bedoel, dat is er niks mis mee. Ja, ik snap het ook niet zo goed waarom dat Nederland zo drastisch zo drastische regels heeft ingesteld. Precies, dan spreidt de drukte gewoon, gooi het open, maar hou je wel aan de regels. En dan denk ik ook dat veel mensen veel eerder denken van, oh, ik voel me niet lekker vandaag, ik blijf vandaag wel thuis, ik ga me testen en dan ga ik morgen wel op stap, als het kan. Ik denk dat mensen dan veel sneller geneigd zijn om zich eraan te houden. Het probleem is natuurlijk ook wel de naleving van die regels, hè? Dat zie je gewoon overal, dat mensen er maar een beetje... Ik weet niet, volgens mij was het op Twitter vanmiddag of zo... dat ik gewoon legit iemand een zelftest in de trein zag doen. Dat daar een video van die guy zit hier gewoon in de trein een zelftest te doen. Dan denk ik ook van, ja, volgens mij snap je het niet helemaal. Het is leuk als je dan net zo'n bump krijgt. Weet je zeker dat ze een zelftest aan het doen waren in de trein? Want je hebt ook... dat was heel duidelijk. Ja. Dit was echt heel duidelijk. En wat heb je nog meer dan? Wat had het anders kunnen zijn dan? Ja, ik zie wel eens mensen in de trein. Die kikken er echt van op van zo'n zelftest in ieder geval. Die komen daar goed uit. Dat je dan in plaats van zo'n stokje gewoon een sleutel hebt. Ik zie mensen vaak aan huissleutels ruiken. En dat ze dat heel lekker vinden. Nee. Je zag echt legit het doosje, het kokertje waar die het in zat te roeren. Je zag echt heel duidelijk dat het zo'n steeds kan dit verhaal over allebei de dingen gaan. Nee, maar weet je, dat zie ik wel heel veel gebeuren. Dat mensen heel snel denken van, ik ben maar verkouden, ik ga me niet laten testen. Zelfs gewoon mensen die gaan werken terwijl ze zich niet helemaal lekker voelen. En denken van, ja, maar weet je, ik heb toch geen corona. Dat gebeurt overal. Zelfs onder mensen overigens die het wel goed bedoelen en zich wel aan de regels zeggen te houden. Mm-hmm. Dus dat maakt het lastig. Ja, maar het is ook wel lastig, hè, want... Bijvoorbeeld als je hooikoorts hebt of zo. Dan is het ook al vrij pittig, toch? Want ja, snap je wat ik bedoel? Dan ben je heel erg een soort van semi-verkouden. Maar dan weet je van, nou ja, dit is eigenlijk gewoon hooikoorts. Maar ja, ga je dan wel of niet naar je werk? Ja, ik ben allergisch voor zo'n beetje alles wat je kan benen. Dat is grappig. Ik heb een paar jaar geleden, had ik het heel benauwd, zo'n priktest in het ziekenhuis laten doen. Om te kijken waar je allergisch voor was. En dan kreeg je 8... vloeistoffen met een scalpel wordt er in je huid geprikt. Allemaal had ik bingo. Dus ik heb daar gewoon continu last van. En je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Continu van ja, weet je, ik herken dit, maar het kan ook wat anders zijn. Hoeveel zelftests heb je inmiddels gedaan dan? Hij staat ermee op. Dat zou ik wel een baas moeten vragen. Het stokje gaat erin. En, Maar ken je die film The Bubble Boy van vroeger?
Ja. Als zo'n jongen, die leefde dan in zo'n ballon. Oh, ja. Omdat hij gewoon letterlijk door zonlicht direct zou overlijden, zeg maar, als dat opkwam. Ga jij ook zo naar buiten, zeg maar, in zo'n astronautenkostuum? Nee. Zeg maar, alles wat mij raakt, dat doet mij sterven. Nee, ik heb ooit medicijnen gekregen en op een gegeven moment gebruikte ik 6 pillen per dag. Gewoon standaard. Eerst was het alleen van... Mijn ex die had een kat en zo was dat een beetje begonnen. En dan als ik daarheen ging, nam ik een pil. En je werd er resistent voor, dus steeds meer. Op een gegeven moment standaard 6 pillen per dag. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, dit schiet ook niet meer op. Dus ik had zoiets van... Ja, ik lever maar mee. Ik gebruik gewoon... Daarom is hij je ex nou, zeg maar. Minder pillen, minder katten. Precies. Nee, maar ik gebruik standaard neusspray die je langdurig mag gebruiken. En dat helpt. En voor de rest heb ik zoiets van... Ja, oké, zal wel. Dus... Maar zijn er ook een paar dat je echt zegt, daar moet ik echt bij uit de buurt blijven? Want dan raak ik zeg maar in zo'n shocktoestand. Nee, het is vooral... Heb je zo'n EpiPen? Nee, zo erg is het niet. Hoe noem je daar zo voor? Een EpiPen? Ja, ik had een EpiPen verstaan. Ik dacht, wat? Oh ja, dat is de taalbarrière tussen ons. Ik heb nog een verontrustend nieuwtje over COVID-19. Is echt waar. Maar het schijnt dat je penis kan krimpen door COVID-19. God, ik dacht het al. Ligt er dus aan. Oh, ja, ik dacht nee. Dat het koud was. Ja, nee, het is echt zo. Ik weet niet of ik dat verschil mag zien. Wie hier heeft al corona gehad? Wat? Ikke. Wie hier heeft al corona gehad? Kan iemand? Ja, mijn is wel gekrompen, ja. Ja, Nessie, wat vind je ervan? Van dit? Hoe is het met je penis? Hij is heel klein, heel klein. Hier trouwens even een stukje bewijsvoering. Ja, het wordt al COVID... Bewijsvoering? Ja. Het wordt al COVID-dik, wordt het al genoemd. Het is, het is behoorlijk fucked up. Nou, dat is niet best. Was COVID dat je van inentingen dat je van vaccins grotere borsten kreeg? Hebben ook veel vrouwen gerapporteerd. Ik moet wel zeggen dat ik wel ergens het idee krijg dat je zeg maar van alles iets kan hebben en iedereen ergens wel wat van weet. Ja. Dat op een gegeven moment wel echt een soort van ding is dat ik denk van krijg je nou een kleinere piemel door COVID? Of is het koud? Of heb ik opeens borsten gekregen door mijn vaccinatie? I don't know. Ja, maar ik denk dat we ook wel wat grotere borsten hebben gekregen omdat we gewoon in lockdown zitten en niet meer bewegen. Ja, precies. Lymfeklieren. Veel mensen hebben last van hun oksel. Ja, dat hoor je wel. Ja, dat klopt. Met borsten zijn gewoon lymfe. Maar dat is ook best wel logisch natuurlijk. Ja. Dat je als je de kan de arts dus ja precies zich, ja. Maar dat het, ik zeg het maar net. Ik denk het is gewoon voor een stuk we vergeten gewoon dat COVID een systeemziekte is. Mensen denken je kunt minder goed ademen, je hebt een longprobleem, dat is een systeemziekte, dus dat gaat elk systeem in je lichaam aanvallen op een bepaalde manier, hè. De meest gekende zijn buikpijnklachten, dyspneuën, dus minder goed kunnen ademen. Maar dat tast ook inderdaad je lymfevaatstelsel aan, maar dus ook je bloedvaatstelsel. Nu, ik heb daar nog nooit van gehoord dat je daar een kleine piet van krijgt, maar... Als dit ervoor kan zorgen dat meer mensen gaan vaccineren, dan zou ik dit vooral Daniel, in stand houden. Dat is precies wat ik dacht. Onder dat rechtsconservatieve Amerika, zeg maar. Dat zijn het. Die interesseren, het enige wat ze interesseren zijn hun wapens en hun penissen. Ja. En dat is de manier om de mensen over de aan onze kant te krijgen. Wat ik vraag me eerder af. Hoe zijn ze hier achter gekomen? Van, zijn er gewoon mannen die wat iedere dag dat ding of iedere week even meten en daarna komen denken van wacht even, ik mis een centimeter. What the fuck, weet je? Ik bedoel, nee, deze vriendin zei iets. Nee, ik heb het idee, ik weet niet hoor, maar ik heb het idee dat je misschien kan aan mij liggen. Maar ik denk dat het gewoon dit artikel, dit artikel zegt overreacting immune system and blood vessel damage, zoals bij de COVID-toast. En de COVID-toast, dat bestaat echt, dat heb ik gezien, dat is echt vies. Dus ja, het misschien wat? De COVID-tenen? Over wat? Ja. Ja, dat bestaat echt. Dus dan krijg je van die letsels ter hoogte van je tenen. En dat lijkt zo aan necrose, dus dat is wat donker. Oh. Ja, dat is echt zo donkerbruin, zwartig zo. Dat is echt heel vies. Dat lijkt precies op die tenen er gaan afvallen, maar dat is dat niet. Oké, sorry, dit is echt en een komt dat wel weer goed? Degene die ik heb gezien, dat ging dan wel weer goed. Ja, maar in zeer ernstige gevallen, als je zodanig, als je eigenlijk je blood supply zodanig compromised is, ja, dan moet je dat amputeren. Maar waar heb jij dat gezien? Hoe heb jij dat gezien? Dat werd in Nederland gezien. In Nederland heb je dat gezien, een kind van 17, denk ik.
met coronaklachten die inderdaad binnenkwamen met eigenlijk letselstroogte van de tenen. En ik heb dat nog nooit gezien. Ik dacht, what the fuck is deze? Dus ik heb dan gevraagd aan mijn supervisor om mee te kijken. En die is dan gaan kijken in de literatuur en hij werd inderdaad beschreven dat dat bestond, COVID-toes. En ja, in de meeste gevallen komt dat wel weer goed. Maar dat en dat, bestaat, is dan, dat weefsel wordt een beetje gangreneus dan, noem je dat ja, dan? Ja, ja, voor een stuk wel. En dat komt omdat eigenlijk de stollingsfactoren aangevallen worden. En dus daardoor dat je dus necrose kunt krijgen. Jij werkt in de zorg dan? Ja, ik ben arts van opleiding. Ah, oké. Okay. Dan heb je al veel dingen meegemaakt omtrent corona, of niet? Ja, best wel. Ja, best wel. Ja, wel heftig, maar... Ja. En hoe is het op dit moment dan in de zorg? Ja, ik doe kindergeneeskunde, dus ik zie voornamelijk de effecten op kinderen. Wat we voornamelijk zien, is dat we echt wel veel misken zien op dit moment. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar dat is... Ja, daar is wel wat om te doen rond de media, eigenlijk zeker met de kindervaccinaties. Ik weet niet hoe dat ze daarmee staan in Nederland. Maar misk is basically een soort van inflammatoire reactie die dat je typisch 6 weken nadat je COVID hebt gehad krijgt. Waarbij dat kinderen heel ziek worden met heel lage bloeddrukken, koorts, die onverklaard is, buikpijn. En als je daar niks aan doet, dan kunnen die kinderen echt gewoon sterven. Daar kun je dus ook aneurysmata aan het hart en zo van krijgen. Dus eigenlijk bloedvaatziekte aan het hart. En ik heb echt wel veel meer misken gezien de laatste periode dan bijvoorbeeld vorig jaar of zo. Dus dat is best wel interessant. Dus allee, je ziet wel veel meer nu. Ja, ik weet niet of ik daar hier in Nederland... Ja, ik bedoel, we zullen het wel hebben, maar ik heb er niet zo van gehoord. Maar dat is dus het ding, hè. Mensen denken, die kinderen worden niet ziek, maakt niet zoveel uit. Hè. Maar eigenlijk worden die wel ziek, maar op een andere manier dan volwassenen. Ja, en hoe heet dat andere... In mijn hoofd is dat RSI, die kinderziekte, RSP. Zeg maar. Die, hoe is het? Want daar is het toen omdat kinderen heel erg geïsoleerd zijn geweest en nu weer bloot worden gesteld, dat daar dat heb je ook meegemaakt, een hele golf daaraan. Wel, eigenlijk heel speciaal, vorig jaar was er geen RSV. Dus letterlijk, we waren er werkloos. Er was gewoon, niemand was ziek. Dat was echt, ik zat gewoon heel in het ziekenhuis. Jij zit allemaal expres in het openbaar op kinderen te hoesten. Dat is ook wat je wilt, dat de kinderen gezond zijn. Dat ze je niet nodig hebben. Hey, Kenzie, die jonge dame moet gewoon de brood verdienen. Die heeft gewoon een hypotheek. Hey, die krijgt toch betaald. Of ze dan komen nog niet een beetje moeten hoesten, zodat zij lekker de hypotheek kan betalen en mooie lampjes kan ophangen in de kamer. Kom op. Vooral die lampjes, want die heb ik nog niet. Ik heb echt gewoon van die. Zie je? Ja. Zie je, Kenzie, wat er gebeurt? Die meid die heeft hier zijn lamp. Ik neem het terug. Ik durf niet meer. Nee, maar dus inderdaad, we hebben daar een hele post niet gezien. En toen zagen we dat het RSV-seizoen eigenlijk verschoven was. Dus in het begin was dat vanaf oktober tot maart. En toen zagen we plots in juli allemaal kinderen met snotneuzen en verkouden. En dat is super raar. En zagen we voornamelijk de oudere kinderen die heel ziek waren. Echt aan de beademing moesten en zo. En nu lijkt het ietsjes normaler. Dus nu zien we wel weer wat RSV, maar echt veel, veel minder dan daarvoor, hoor. Ja. Ik heb nog geen beademde RSV gehad dit seizoen, dus... Oké, dat is mooi. Scherp, Chapo. Blij dat Chapo zo diep... Ja, ik wou net zeggen, scherp... Ah, jongens, ik zeg altijd, ik ben breed onderlegd en breed onderlegd. Snap je? ik vind het zeer tof. Oké. Tot zover het onderwerp penis kan krimpen door COVID-19. Hoe zijn we bij begint kinderen uitgekomen vanaf dan? Ik heb nog wel één klein dingetje over onze gezondheid. Onze collega streamer John Frieda die kaartte dat aan op Twitter. En die heeft het over een nieuw ding van Albert Heijn. En dat is de Nutri-score. En daarmee krijgt ieder product krijgt een rating. Van 1 tot en met 6. Of van A tot en met C, geloof ik. Weet ik veel. En hij zegt, dit is een probleem. En dan vraagt Joost, waarom is het een probleem? En hij kaart aan dat eigenlijk het een beetje raar is hoe die scores worden ingedeeld. Dat bijvoorbeeld, nou, er komen er wat voorbeelden op een gegeven moment. Even kijken, moet ik even de thread aanklikken. Show replies. voorbeelden zoals chocoladedrink half vol krijgt een label A, zeg maar. Oh. Maar ook bijvoorbeeld een kokosnoot krijgt dan weer label C. En hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat een kokosnoot wordt vergeleken met andere kokosnoten
en chocolademelk wordt vergeleken met andere chocolademelken. Ja, en zo kan het dus zijn dat een AHA Cola Regular een label E krijgt, maar een Cola Zero krijgt in één keer een label B. Et cetera, et cetera. Dus had John, die wond zich daar een beetje over op. En hij zei bijvoorbeeld dat gezouten karamelijs, wat ik nu laat zien, nou, dat is dan een Nutri-score. Ah, dit is dan mega gezond. Ja, maar hoe kan dat nieuws überhaupt? Ja, dan zegt alleen maar, breek de illusie niet. Dit is een wereld waar ik in mijn leven. Ja, precies. Karamelijs, supergoed voor je. Ja, nou, top. Ik wil het geloven, ik ga het halen. Heb jullie dat nodig? Ik snap het initiatief wel, maar het is kansloos tot en met. Want het publiek gaat dit nooit begrijpen. Die gaat, zoals hier eigenlijk al gebeurt, product A een A-groep van Coca-Cola vergelijken met een kokosnoot die dan E is en zeggen, ja, nee, maar Coca-Cola Zero is veel beter voor je. Maar dit doet niemand. Niemand nee, bullshit. Dit is... Jij zit nu iets kunstmatigs te zeggen. Jij zit mensen rondlopen die zeggen, deze fles cola is gezonder voor me als die kokosnoot. Nee, maar ik denk wel dat mensen dat gebruiken om dat te justifieren. Ja, tuurlijk. Dat mensen justifieren omdat ze blind willen zijn van zichzelf. Ja, maar ik zie Henk en Ingrid al wel in de supermarkt staan. Ja, nee, maar kijk, dit gebeurt al, hè? Want het gebeurt overal. Energielabel bijvoorbeeld. Het gaat ook van A tot, weet ik veel wat, ergens de F of zo. Ja, maar of dat is abstracter. Dat maakt niet uit. Want dit is wat mensen herkennen. En op dezelfde manier gaan ze dat beoordelen. Dat is gewoon hoe het menselijk brein werkt. Het zijn aangeleerde patronen. Dit werkt echt niet. Ik ben het niet helemaal daarmee eens. Nou, dat kan. Ja, maar dat is echt wel zo. Want weet je, in België bestaat dat echt al heel lang. En volgens mij is het de lijst waarbij dus als je meer producten van Nutri-score A of B koopt, dan krijg je 10% korting op je dingen. En dat wordt dus gemarket als gezonde voeding kopen. Maar inderdaad, je krijgt dezelfde dingen. Dus Nutri-score A op bepaalde eisen en zo van die dingen. Hè. Dus dat is... Ja, Sjanne, daar krijg je nog een korting op je ijs. Welk? Nee, ik zei tegen Sjanne, ze krijgt zo meteen nog een korting op de ijs. Ik vind het alleen maar gewoon heel goed nieuws. Ik ben heel blij met die ijs. Maar brengt de Albert Heijn het ook, zeg maar, als... Dit is zeg maar een soort van scorenlijst en een A is voor alles? Of is het zeg maar als je cola pakt, is de A cola? En dat ze ook echt bedoelen van, we hebben het per product. Die score geldt alleen voor een product. Want ja, dan is het best logisch weer natuurlijk. Dan, ja, als ik deze cola pak, is het beter dan die cola. Maar zo bedoelen ze het wel, ja. Ja, maar zo gaan mensen het waarschijnlijk niet opvatten. Precies. Nee, zeker. Dat zie ik gebeuren. Maar dat is inderdaad wel de bedoeling, ja. Dat je dus twee cola's naast elkaar kan leggen en dan kan denken, nou, dit is de gezondere cola van de twee. Ja, oké. Ja, dan is het op zich een soort van goed idee. Maar ja, niet helemaal goed uitgewerkt. Nee, ja, dat is gewoon dat het allemaal gezonde producten op A geeft en alle shit op E natuurlijk. Maar ja, dan krijg je alleen maar cola's op E en dan koopt niemand meer cola. Ja, dus dat maar dat... Wel... Ja. Ja. Maar hoe zou een kokosnoot is toch gewoon een kokosnoot? Ja, maar je hebt dus ook, blijkbaar heb je dus ook een A-kokosnoot. Die is beter dan de... Ik ben heel benieuwd naar een E-kokosnoot. Die is 50 cent duurder. Die A-kokosnoot is 50 cent duurder. Nee, ik denk dat het dan zo flauw is als dan... Het is de categorie kokosproducten. Dus kokoswater is dan A, maar de kokosnoot is dan C natuurlijk. Ja. Ik vind dat John Frieda gelijk heeft. Dit is, maar is dit al teruggevoerd bij al... Dit is al gewoon een ding met Albert Heijn. Ja, zeker. En wordt het ook een ding bij andere supermarkten... of is het alleen iets van wat Albert Heijn heeft verzonnen? Dat want weet wel, ik niet. Ja, ze is natuurlijk ook Albert Heijn, maar dan in België. Oké, allemaal naar de Jumbo, jongens. Woe! Ja, denk ik werd enkel in de Albert Heijn, in de Deleuze en in Colruyt. Denk je, ik weet niet of ik Carrefour het heeft. Hoort dat ook bij de Delhaize, zeg maar? Hoort dat ook bij de A? Ja, Albert Heijn en Delhaize is één soort groepje. Ja, maar wat zijn nou? De Colruyt. Die hoort er ook bij, of niet? Dat weet ik niet zeker. Misschien hebben ze wel gewoon... Is het systeem wat bij Nessie in België gaande is al een paar jaar... Is het gewoon dat systeem wat ze nu naar Nederland hebben gehaald? Mogelijk. Ah, wacht, iemand in chat zegt... In elke winkel hebben ze dat. Oké, dan heb ik er gewoon nooit op gelet. Maar dan is het in elke winkel hier, ja. En dan gaat het hier dus ook misschien in elke winkel komen. Dat zal wel. Ik denk dat we die man van Albert Heijn, die eerst altijd die reclames deed, die toen weg is gegaan,
Die moeten ze nog één keer terughalen om de systemen. Om dat allemaal uit te leggen. Gewoon zo'n 5 minuut durende reclame. Waar je iets anders even duidelijk laat zien. Dan kun je mooi na de volgende persconferentie. En nu komt de man van de Albert Heijn nog eventjes. Ik denk wel dat als je Harry Piekema de persco laat doen, dat mensen opeens gewoon overal naar luisteren. En dan gaat de horeca weer gewoon dicht. En dan... Met die hamsters erbij. Van hamsters. Ja man, dan luisteren we ineens wel. Maar ik heb hier nog helemaal verder niks over gehoord. Behalve dan die tweet van John Frieden. Want die zag ik ook voorbij komen. Nee, maar hij linkt ook naar artikelen op de site. En als je nu gewoon op de site kijkt, dan zie je dat die Nutri-score erbij staat. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar in de winkel ook? Ja, nee, maar dat... Op een labeltje of zo? Ja, dat zal wel dan toch, of niet? Dat het op een is een ding op een label, inderdaad, toch? Dat je zeg maar, het staat volgens mij er echt op. Maar ik bedoel, wij vinden dit met z'n allen natuurlijk een heel gek idee. Waarom hebben we niet heel Twitter Nederland hierover al zien tweeten? Of dat heb ik niet gezien, dat bedoel ik. Nou ja, omdat het uiteindelijk je pot pindakaas is nog steeds je pot pindakaas, toch? Dus als je het stom vindt, dan kijk je er niet naar. Oké, het is niet zo vreselijk. Ja, bedoel, als je gewoon je gezond verstand gebruikt... Gaan ze dat met sigaretten doen? Van deze sigaretten zijn ze echt voor je. Ik wil wel aanmerk sigaretten. Ik denk dat ze dan doen ze gewoon de minder hevige plaatjes op die sigaretten, zeg maar. Van, nee, het wordt wel... Je krijgt wel weer een soort... Een van mijn... Ja, moet ik het een hobby noemen? Wat ik leuk vind om te doen is zeg maar soms op zo'n bankje gaan zitten voor een drankwinkel. En dan terwijl 's middags mensen allemaal hun drank daaraan halen. Allemaal de hele tijd zo neeschuddend die mensen aankijken. Zo, want wat jongens toch wel wat beter mee. En dan kun je nu ook met die producten nou allemaal gaan doen. Allemaal bij die mensen in hun mandje kijken. Dan zo, ik zie daar al 4 keer E staan, meneer toch? Ja, waar bent u nou mee bezig? Welke kokosnoot heb jij gepakt? Hey, nog even een dingetje wat mij opviel deze week. Was heel veel drama in Australië over de Australian Open. Gaat beginnen, is een tennistoernooi. En je hebt Novak Djokovic. En dat is een van de allergrootste tennissers ter wereld. Uit Servië komt hij uit mijn hoofd. En die is... Nou ja, ik wil niet zeggen antivax, maar hij is niet gevaccineerd. En in principe kom je dan Australië niet in. Dat is gewoon de regel. Je moet gevaccineerd zijn om Australië binnen te komen. Australiërs hebben het heel zwaar gehad de afgelopen tijd. En dat is gewoon de regel, punt. Alleen ineens was er toen een paar weken geleden het bericht. Ja, Novak Djokovic krijgt uitzondering en mag Australië toch in. Mm-hmm. Nou, toen mocht hij Australië toch in. Alleen toen hadden Australiërs zoiets van, hé, hoezo mag hij er toch in? We willen weten waarom. Ja. Nou, uiteindelijk kwam hij heel trots naar buiten. Ja, nee, ik heb een uitzondering gekregen omdat ik positief getest was op zoveel december. Alleen toen was er een Franse journalist die zei, op zoveel december? Maar wij hebben nog een interview gedaan op zoveel december met z'n tweeën. Het was geen uitzondering, hè? Het was geen uitzondering die vorm gemaakt werd. Maar hoe bedoel je dan? Hij had gewoon... Ja, ik heb het een beetje gevolgd, want ik heb familie in Australië zitten en die praten er allemaal over. Maar hij was inderdaad niet gevaccineerd. Hij was wel... hij heeft COVID doorgemaakt, zoals de media dat zei. En hij was het land ingegaan en had daar eigenlijk dus alles voor ingevuld. Dat bleek niet helemaal in orde te zijn, waardoor dus in eerste instantie het was geweigerd, rechtszaak aangespannen... en toen zei van ja, maar weet je, ik heb het gewoon gehad. Dus ik mag volgens jullie wetten mag ik het land in. Het is mij niet duidelijk overigens of hij eigen advocaten of lokale advocaten daarbij had. En vervolgens dus toch toegestaan na pakweg een week of zo. Ik heb die tijdlijn niet helemaal helder. En toen hij eenmaal vrij daar rondliep, toen bleek inderdaad dat hij had gelogen over het feit... Of gelogen, niet juist ingevuld. Dat laat ik even in het midden. Over dat hij in de 14 dagen voor aankomst in Australië had gereisd. Hij had daar ingevuld, nee, heb ik niet gedaan. Dat bleek dus inderdaad niet waar te zijn, waarop vervolgens is gezegd van ja, dan kan je optief ook. Mm-hmm. Ja, wel terecht, I guess. Ja, vind ik ook terecht. Straight. Maar wat is nu het probleem? Hij vindt zelf dat hij onterecht weg moet. En dat is het probleem dus. Nou ja, het probleem is gewoon dat hier 2 weken lang getouwtrek over is geweest. Mag hij nou wel, mag hij nou niet? En dat dat natuurlijk eigenlijk alles en iedereen in een slecht daglicht stelt. Maar ik bedoel, als Australië gewoon zegt, we willen je toch liever naar huis hebben, dan is dat toch gewoon klaar. Wat wil hij daartegen doen? Nou, hij kan er ook niks meer tegen doen. Hij gaat ook niet meetennissen. Alleen, je zou kunnen zeggen... Ik vind een beetje van ja, ze hadden hem in the first place, hadden ze al dat gezeik sowieso zich beter achterwege kunnen laten en gewoon kunnen zeggen van joh, je bent niet welkom. Maar was dat niet? En dan kan KC zeggen of dat zo is. Was dat niet ook een beetje dat de bond
En de overheid, zeg maar, dat die met twee verschillende instanties hier te maken heeft. En dat de bond... Ik heb alleen maar, zeg maar, de berichtgeving omtrent het land zelf een beetje gevoeld. Ja. Want het voelde meer dat de bond, inderdaad, die was lenient tegenover zijn komen. En die hebben een bepaalde regeling. En dat was, wat jij zegt net, dat anders was. Want ik had gehoord dat er was een regeling voor dat je corona ook gehad kan hebben. Maar dat gold eigenlijk alleen voor inheemse mensen, zeg maar. Dat mensen dat is in Australië is dat ook gewoon zo. Als jij het eigenlijk bij ons ook voor zo'n QR-code, zeg maar. Als jij corona hebt gehad, dan heb jij de antistoffen en ben jij dus resistent op dat moment. Dat inheemse, dat klopt niet. Dat klopt niet. Daar durf ik geen ja of nee op te zeggen. Dat had ik gehoord. Ja, nee, maar uiteindelijk... Maar uiteindelijk uiteindelijk heeft het hem dus gewoon genekt dat hij heeft gezegd van, ja, maar ik heb niet gereisd. Ja, dan is je goed recht ook. Het spijt me, hoor. Ja. Nou ja, ik vind het ook wel lekker dat hij... Want hij is echt ook een beetje de posterboy voor wat je niet moet doen tijdens corona. Die heeft alles de hele tijd verkeerd gedaan rondom. En dan vind ik het wel lekker dat hij zo... Want hij kon... hij was op zoek naar... Hij kon iets met een Grand Slam record zetten of zo. Hij kon alle Grand Slams winnen of zo. Nou, als titelverdediger had hij hier kans op zijn 21ste Grand Slam. Wat dan weer het wereldrecord is. Die momenteel gelijk staat volgens mij tussen Nadal, Federer en hem. Of alleen Federer. Dat weet ik even niet helemaal zeker. Zo diep zit ik er niet in. Maar dan denk ik, als je zo graag die titel wil, en dan had je ook gewoon die prik kunnen nemen. Dan had je iedereen heel veel gezeik bespaard. Wat ik dus vooral heel kansloos vind, is dat de Servische president zich meteen dan in de media uitlaat van ja, dit is onacceptabel van Australië. En ze ontnemen ons de kans om te verdedigen, bla bla bla, weet ik veel wat. Maar ja, die guy die liegt gewoon alles bij elkaar. Donder lekker op. Ik bedoel... Maar ook die vader. Ja. Die vader ook. Die vader van hem. Dat was... ik versta geen Servisch, maar het klonk meer alsof hij een militaire junta ging instellen in Servië dan dat hij zijn zoon naar een tennistoernooitje wilde halen. Dat is ook de gemiddelde Duitse love story die je kijkt. Dus wat dat betreft weet ik niet wat je daaruit kan halen. Ja. Je moet eens een keer... goed. Andere Duitse natuurfilms zijn ook niet waarom ik dit allemaal weet over dit geval, maar goed. Ja, ik weet er echt heel weinig van. Genoeg over COVID en over Novak Djokovic. Hij is inderdaad het land uitgetrapt en kan dus niet meedoen. Dan... Nou, hij is het land niet uitgetrapt, hè. Hij zit in zo'n asielzoekerscentrum. Nee. Mijn informatie is, hij is inmiddels op een vliegtuig naar Dubai gezet. Oh, maar hij zat in zo'n asielzoekerscentrum. In een quarantainehotel die met name door asielzoekers bezet werd. Het is geen asielzoekerscentrum. En toen vroegen ze, waar wil je naartoe? 5,5 geef ik mezelf. En toen vroegen ze, waar wil je naartoe? Wil je naar huis? En toen zei hij, nee, doe maar Dubai. En daarom is hij nu in. Moet die arme kloon ook nog naar Dubai. Ja, ik heb zo met die man te doen. Doe maar Dubai. Het is wel zo dat mensen in zo'n positie, en misschien enigszins begrijpelijk ook wel, zich altijd een beetje boven de wet voelen. Omdat zij dusdanig veel bekendheid hebben, dusdanig veel invloed, geld, noem het maar. Dus ik snap wel waarom er zo'n hele media frenzy om ontstaat. Maar ik vind het echt oprecht heel goed dat Australië gewoon voet bij stuk heeft gehouden. Mm-hmm. Het is gewoon een groot voorbeeld weer van expertise is geen intelligentie. Ik heb een clipje. Rick is natuurlijk Serpent Gameplay is bezig met zijn subathon, waarvan hij wil dat hij heel lang gaat duren. En het lijkt er ook op dat het voorlopig nog wel even doorgaat, want hij is al 2 weken bezig en no sign of stopping. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment had hij het over de subathon van een andere streamer. Heb hier een clipje van haar subathon erbij. Ze heet Emily. En ik weet niet precies waarom het daarover ging, maar zij doet een subathon in het Engels. En hij heeft het over haar. En dan komen zijn kijkers bij haar in de chat. En dat leidt tot, gezeik, obviously. Guys, if you don't want Rick to get in trouble, you need to stop. If you like this dude Rick, you could get him in trouble. I'm not kidding. With all this toxicity in my chat, like this hate parades, you guys need to cut it out because it will literally get this dude in trouble. If you don't want that, then stop being toxic. Don't do that. You're gonna get this person in trouble.
Ja, zij zegt dus eigenlijk van, nou ja, als jullie niet willen dat Rick in de problemen komt, dan moet je hiermee stoppen, want jullie zijn mij aan het pesten. En dat eigenlijk alleen maar omdat hij het over mij heeft. Hoe want durft Rick? Over haar gezegd? Hoe durft hij? Ja, ik vind een hele goede reactie van haar eigenlijk. Ja. Ik ook. Ik moet het ook. Doel, zij is Engelstalig en de mensen komen naar chat en zitten in een taal te spreken. Ik weet niet of zij Nederlands begrijpt of niet, maar ja... Ja, ik snap het wel. Ik zou misschien mezelf ook niet goed gevoeld hebben. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er juist gezegd is geweest, maar ik vind haar reactie eigenlijk wel terecht. Ja, maar ik vind het zo de streamer de schuld geeft, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Maar dat is altijd zo. Want ik heb zelf niet dat mensen haten of zo, maar dat er wel eens mensen in mijn stream komen en die dan zeggen van, oh, ga deze kijken in plaats van Ariana. En dat ik echt denk... Oh, dat zou ik zo rot vinden voor... Dat vind ik zo sneu voor die streamer, want die ziet er dan slecht uit. Dat vind ik echt... Dat hebben mensen denk ik niet door. Maar ook dat ik ook eens gezien heb dat mensen dat over mij doen. Dat ze dan een andere kanaal zeggen van... Oh ja, ik ga Ariana kijken nu, hoor. En dat ik dan echt denk... Nee, please, nee. Want dat moet je niet aan denken. Nee, maar dat is zo vreselijk. Ik kan me ook niet voorstellen dat Rick daarachter staat. Ik bedoel, ik denk niet dat Rick zoiets heeft van... Jongens, goed zo, goed gedaan. Zo is hij niet. Hij was aan het slapen of zoiets, niet? Hij was zelfs aan het slapen, yes! Ja, dat schat zei, Rick is aan het slapen, dus wij komen hier nu of zoiets. Allee, ik zeg dat toch telkens terug in die chat replay. Maar hoe komen ze daar terecht? Ja, Rick heeft wel iets gezegd. Ja, Rick heeft zo wel geband. Kijk, ik bedoel dat Rick daar niet achter staat, lijkt me duidelijk. En dat hij natuurlijk niet heeft opgeroepen van ga haar pesten, dat lijkt me ook duidelijk. Alleen, het ding is natuurlijk wel dat je moet je wel een beetje bewust zijn van je eigen chat en je eigen publiek. En ik kan me zo voorstellen dat, hypothetisch gezien, stel hij pakt er iedere willekeurige stream van een meisje met 20 kijkers bij, dan gaat dat een effect hebben op haar stream. Of hij dat nou wil of niet, en of dat nou positief is of negatief. En ik denk dat je als streamer daar van dat effect wel een beetje bewust moet zijn, toch? Met de kijkers, zeg maar, in de vorm van als jouw kijkers er naartoe gaan en een beetje gaan lopen klooien, ja, dat snap ik wel. Maar ik denk dat het wel moeilijk is om, zeg maar, iemand de schuld te geven vanuit zijn chat, dus vanuit zijn community. Want ook bij mij gebeurden wel eens dingen dat ik denk van, hoe gebeurt dit nu opeens? Dit was nooit zo. En dan weet ik natuurlijk niet hoe Rick zijn chat normaal gesproken met dat soort situaties omgaat. Maar het lijkt me niet dat Rick ook zou weten van, er zijn mensen die dit nu gaan doen, toch? Ik bedoel, dat is het, ja, wel lastig. Iemand in chat zei net ook al dat hij er zelf heel erg van baalde. En dat lijkt me ook wel. Ja. Nee, je ziet maar in die clip ook... dat ze 1500 uur staat erop of zo. Dus eigenlijk een beetje in dezelfde lijnen bezig als dat Rick bezig is. En wat mij wel heel vaak opvalt, er is altijd een soort wij versus hen cultuur op Twitch. Als jij bij een bepaalde streamer lid bent, zeg maar, en er zijn vergelijkbare streamers, dan zijn dat automatisch de bad guys. Dus zij is daar ook mee bezig met een dergelijke subaton. En dan zijn er mensen die zich geroepen voelen om dat af te gaan kraken, om hun streamer, De hemel in te wijzen. Ja. Ja. Rick's publiek is natuurlijk ook vrij jong, hè? Zeg maar, vergeleken. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Onze communities is zijn gemiddelde leeftijd, denk ik, 18 of zo. En dan is de helft daarvan waarschijnlijk jonger. Ja, klopt. Maar dat is dat wat Daniel wel zegt. Dat weet hij zelf ook. Nou, maar ik weet niet of het echt een leeftijdsding is, hoor. Want ik bedoel, misschien heeft hij wel wat jongere kijkers. Maar ik bedoel, ja, het is ook wel... je weet ook wel wat je toelaat. Ik bedoel, mensen hier in de chat zeggen het nu ook. En ik bedoel, het is geen verwijt. Hè? Ik ben ook dol op Rick. En hij is op dit moment een enorm goed uithangbord voor Twitch Nederland. Maar hij weet wel van, ja... Kijk, bepaalde dingen die anderen van ons niet zouden accepteren in onze chats, laat hij gewoon toe. En daardoor heb je wel een soort van... als je mensen continu de grens laat opzoeken, dan krijg je ook heel veel van dat soort edgelords in je chat, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Maar je kan dan... Ik vind niet dat je dan kan zeggen van... Oké, ik moet mijn content gaan aanpassen, omdat er misschien edgelords over gaan stappen en daar beginnen te zeiken. Wat hij dus nu achteraf heeft gedaan van... Oké, jullie hebben je misdragen. Jullie zijn nu geband. Is gewoon de beste actie wat hij heeft kunnen nemen. Dat zag ik net een paar keer in chat. Ja. Dus het enige wat hij nog zou kunnen doen als het hem echt dwars zit, tot hij nog een keer in de stream gaat van... Luister, sorry dat dit is gebeurd. Ze zijn geband. Mijn excuses hiervoor. Klaar.
Dat is het enige wat ik nog kan bedenken. Maar verder heeft hij naar mijn mening goed gehandeld. En tot die Edgelords heeft, ja, so be it. Daar kan hij niks aan doen. Precies, het kan ook heel fout gaan. Want je had vroeger Force and Boys. Ik weet niet of iemand dat nog weet. Ja. Maar als je Oh, heeft hij ook gedaan, sorry. Ja, als je Hearthstone streamde of zo, dan kwamen er als meisje sowieso, kwamen er altijd mensen in je chat van Forsen, van zijn community. En Forsen die deed daar niks aan en dat was wel kut. Maar kijk, als je zoals Rick reageert van oké, ik ban die mensen, ik zeg sorry, weet je wel, dan is er eigenlijk in mijn ogen heel weinig om hem de schuld voor te geven. Mm-hmm. Maar hoe kwam, sorry, dat werd misschien net gezegd, misschien weer niet goed gehoord, maar hoe kwamen die mensen nou in de eerste plek bij die vrouw, bij haar stream? Omdat Rick haar aan het bekijken het had was. Iets met gewoon... haar record, het had iets met haar record te maken, denk ik niet. Met dat streamrecord. Ja. Maar Rick had haar wel op zijn stream iets van genoemd of ik laten weet zien. Niet, of... Ja, hij heeft haar genoemd. Ik weet niet of hij heeft laten zien. Maar het was iets met het record dat zij hetzelfde aan het doen was of zo. En dat zij dicht bij elkaar waren qua tijd, denk ik. Ah, en op die manier. Ja, dan krijg je inderdaad, dan wat Casey zegt, dan krijg je normaal dat wij tegen ik. Ja. Ja. Maar dat vind ik dat sowieso jammer. Maar dat maakt hij er dan wel zelf van. Dat heeft nou, dat hij dan weet wel ik zelf... dat hij benieuwd was. Nee, door dat te benoemen van... ik zit tegen haar voor een record te strijden. Dat hoeft niet kwaadwillig te zijn. Maar dat dan wel. Ja. Dan ben je letterlijk in competitie met iemand. Mm-hmm. Ja, een beetje gezond. Dat is de definitie van goed. Maar dat is altijd... Nee, maar ik zeg alleen maar... dat die competitie wordt door de streamer in deze zelf... ik zie nu voor in de chat dat het niet zo gegaan is... dat hij alleen even aan het kijken was. Maar okay. Het is natuurlijk wel zo dat inderdaad, zodra jij, even los van wat je erover zegt, zodra je een kleinere streamer aandacht geeft, dan kan dat ook ertoe leiden dat iemand negatief gezeik krijgt. Ja, maar dat haal je altijd, helaas. Het is wel vervelend, want dat zou betekenen dat Rick dan misschien in de toekomst niet zomaar andere mensen kan bespreken, omdat hij dan bang is dat zijn chat erop losgaat of zo. Tuurlijk wel, tuurlijk kan hij dat wel doen, want hij heeft nu toch ook goed gehandeld. Waarom zou hij het in de toekomst dan niet nog een keer kunnen doen? Die mensen weten het nu. Het lijkt me niet fijn voor Rick om dat vaker zo te moeten afhandelen. Nee, klopt. Maar ja, goed, dan kan hij het afzetten op zijn moderators, toch? Ik bedoel, hij zou toch niet zijn content telkens moeten afbakenen van oké, ik kan dit niet doen, want anders gebeurt dit. Of ik kan dit niet doen, anders gebeurt dat. Dan ga je je content zo inhokken, dan krijg je zo weinig creatieve vrijheid. Dat moet je niet kunnen doen. Ja. Dus gewoon goed handelen. Ik ben er wel van overtuigd dat je community ook voor een deel reflecteert van wat jij toestaat en wat wat voor content jij, zeg maar, you reap what you sow, een beetje. Zeg. Ja, daar niet ben dat ik toxic mee. Is, want ik mag hem ook hartstikke graag. Maar het is wel, hij staat het wel toe in zijn chat. Dus dan zijn zijn kijkers ook in andere chats zo. En daar is het misschien dan weer niet toegestaan, weet je wel. Nee, maar ook voor te beduren op wat Kenzie zegt. Hier is gewoon ook de ban-knop voor in allebei de chats, zeg maar. Zij bent gewoon hun. Rick bent hun ook in zijn chat. Wat betreft deze dingen moet je eigenlijk geen tolerantie hebben tegenover je kijkers. Ja, misschien vanaf 100 gifted subs, dan mogen ze wat meer, zeg maar. En dan, die maatregelen zijn door Twitcher zelf om te gebruiken. Was er niet vaker al een verhaal van een streamer? Ik weet niet of dat toen ook met Rick was. Ik weet dat in Twitch Nederland misschien een jaar of twee geleden, dat er ook iemand harassed werd door een chat van iemand. Ja, nee, goed, misschien... Heel vaag verhaal. Als jullie het weten, help me. Maar ik... wat was het verhaal dan? Je begon goed. Het verhaal was gewoon, volgens mij, ik weet niet of het een vrouwelijke streamer was ook of zo, maar die werd het aangevallen nadat ze een raid had gekregen. Ja, ik dacht ook van Rick hoor, maar ik wil niet nu dat, en zeker ook niet dat het Rick zijn schuld is, maar gewoon... Oh, maar Rick. Maar hij blijft er aan. Hij moet gestopt worden, Rick. Ik dacht dat er eerder ook al zoiets was, maar dan niet met een subbaton of iets dergelijks. Maar misschien was het niet Rick, was het iemand anders. Maar goed, dat, ja, denk ik, vaag verhaal. Maar laten we eerlijk zijn. Ik moet zeggen... Ik denk gewoon, kijk, als wij aan het streamen zijn en er zou een community van andere streamers binnenkomen of een raid en mensen zijn met die raid juist heel vervelend. We snappen allemaal, denk ik, dat de streamer van wie die mensen komen, dat die niet per se de schuldige hoeft te zijn. En in het scenario dat het gebeurt, ons overkomt, denk ik ook niet dat je meteen denkt, jezus, wat een lul die Rick. Je denkt gewoon, wat zijn het voor vervelende mensen. En ik vind het wel goed hoe zij dat dus aanpakt, want ze zijn inderdaad... Niks vervelends over Rick, maar gewoon van jongens, als jullie Rick leuk vinden, hier kan hij gezeik mee krijgen, dus stop ermee. Ja. Dus, denk gewoon, Rick is Rick. En zeg maar, Rick is Rick en zijn content is zo omdat het zo gaat. Dat moet niet veranderd worden, alleen
Het is gewoon jammer dat zo'n chat dat dan doet. Ik zie ook allemaal mensen in chat die vijf verschillende personen zeggen... ja, Rick zelf heeft er niet echt wat over gezegd. Ja. Het is gewoon echt puur de chat die toxic is gaan doen. Ja, ja, daar heb je als streamer toch ook niet heel veel mee te maken. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen in de community die ik dan spreek... maar ik heb geen idee wat ze bij andere streamers allemaal zeggen. En dat gaat me in principe ook niet aan, want het is niet iemand van mij. Het is gewoon iemand die mij kijkt. En mm-hmm. ja, dat je dan in een community zit, dat maakt het allemaal wel wat persoonlijker... en wat verbondener naar elkaar, maar... Ja, maar, hoeveel kijkers heeft hij gemiddeld in zijn stream? 2000 nu ongeveer, 2500. Want ik denk dat als je iets van 70 tot 100 mensen of zo hebt, dan ken je ze vaak wel allemaal. Maar ik denk dat je, als dat echt 2000 is, dat je inderdaad... appels tussen zitten waar je gewoon geen idee van hebt. En ja, als er dan een groepje met elkaar gaat praten buiten de stream om... en dan, Rick is aan het slapen, zullen we dit gaan doen? Heeft hij verder niks mee te maken, denk ik. Nee, zeker niet. En als hij er dan bent, dan denk ik dat is het beste wat hij kan doen. Ja, ze hebben goed gehandeld. Weet je, ze worden daar geband, daar geband. Dan komen de gebande mensen komen bij het knikkertoernooi van Chapo. Iedereen weer blij en ze kunnen weer door. Moet ik er met de tuig aan zitten? Ik ben geen zonboerderij op Twitch. Ik ben wel benieuwd, want hoe doen jullie dat bijvoorbeeld met... ik heb dan een stuk kleinere community dan die van Rick. Ik denk dat ik de harde kern wel goed ken bij naam en zo. Ik zou het wel moeilijk vinden als ik ze zie misdragen... en dan niet via mij of zo, maar gewoon dat je bij iemand anders in de chat zit... en dan denk je, hey, dat is iemand die ook vaak bij mij in de chat zit. Ja. En die zie je diegene dan zich misdragen of vervelend doen naar anderen of zo. Met weinig kijkers, dus ze echt goed kennen, denk ik dat het wel moeilijk is. Ik heb een berichtje gekregen van een andere streamer... en zij zei, hey, er zit iemand in jouw community... en die heeft geprobeerd mijn adres te vinden... en die heeft dit en dat ik echt dacht... terwijl dat ook iemand was die in mijn kanaal ook veel doneerde en zo... dat ik echt dacht, shit, hoe moet ik hier nou mee? Aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, beter bannen... maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... De hypotheek moet ook betaald worden. Niet zozeer alleen om de donaties, maar gewoon dat ik die persoon ook wel vaak mee praat. En voor mij, tegen mij altijd normaal gedaan heeft, nooit. Maar Ariana, maakt dat. Het is niet, dat bedoel ik niet kwaad, maar is dat niet lichtelijk naïef dat je denkt dat je een Twitch-kijker kent? Ja. Of je moet iemand echt ook daarbuiten spreken. Nou. Maar om kijk, ik. Denk ook een aantal mensen te kennen. Maar ja, okay. Kennen als niet, maar... Maar jij ziet die persoon, acht jij niet in staat... om achter iemand zijn adres aan te gaan. Maar dat is blijkbaar evengoed die persoon. Dat is ook die persoon. Dus jij denkt iemand te kennen, maar je kent hem dus niet. Nou, maar dat is ik bedoelde ook niet echt kennen. Ja. Ik bedoelde meer veel praten. En gewoon als je elke dag gewoon de hele dag met elkaar aan het kletsen bent... dan. Ik weet natuurlijk, ik heb ze over niet Discord echt gezien. Over Discord heb je dan, of niet? Nee, gewoon op streamen ook, die gewoon altijd aan het praten. Dan, natuurlijk ken ik ze niet, maar je hebt toch... Maar ook als ze dan ineens verdwijnen, want deze persoon is dus ineens verdwenen... dat ik dan ook denk van, ja, kut. Dat doet gewoon zeer, weet je wel. Mm-hmm. Omdat je toch... Ja, misschien ken ik ze niet door en door, maar ik heb wel zoiets van, Nou, dan zou ik. Ik heb dus dat ik echt wel. Zeker in de tijd dat de lockdown zwaar was vorig jaar. En met de avondklokken zou heb ik ook bijna iedere dag. Of in de avond dan op Discord gezeten met mijn community. En dan leer je heel veel mensen persoonlijk kennen hoor. Dat is hartstikke gezellig. Daar heb je dan ook. Ik weet niet. Dan heb je inderdaad wat je zegt. Dat sommige mensen dan op een gegeven moment weg zijn. En denk je van wow, we waren best wel close. En opeens zijn die personen weg. Maar uiteindelijk denk ik dan van. At the end of the day, wij zijn als streamers natuurlijk misschien niet meer dan simpel vermaak voor mensen die denken, joh, ik heb een dag gewerkt, gevoetbald. Maar andersom hetzelfde. Like, soms heb ik ook eens dat mensen dan echt denken van, dat ik dan een DM krijg op Discord. Ik vind het zo leuk dat wij zulke goede vrienden zijn. Dan denk ik, wie is dit? Heb je geen idee wie dat is. Dus, dus andersom is dat ook wel is gewoon raar. Maar, sorry, ik zal je niet meer lastigvallen dan met die DM. Maar gewoon dat ik verder was misschien. maar ik wilde nog heel even een stapje terug gaan over het bannen. Want dat jij zei van, ik weet niet of ik wilde bannen. Ik was laatst bij iemand in het kanaal. Ik geloof dat Saar was. Tenminste, dat is al een paar weken terug. En er was dus eentje gewoon gigantisch kudden doen tegen Saar. Saar had hem toen ook geband. Nogmaals, ik geloof dat het Saar was. En toen zei ik ook van, ja, sorry, zo iemand wil ik ook niet in mijn chat hebben. Dus toen had ik hem ook geband. En er is toen ook een discussie met een paar andere streamers geweest van hoeveel meer impact zou het hebben als... Het crossbannen.
Het cross-bannen, ja. Inderdaad. Ja, ja, we hebben deze discussie vaker gevoerd. En de discussie is dus, wat nou als we ons gewoon als streamers verenigen en zeggen, oké, vlieg je eruit bij de één, dan vlieg je eruit bij allemaal. Mm-hmm. En ik weet nog dat toen mensen blacklist. Waren... Ja, want mensen waren toen heel erg van, dat kan je niet maken en hoe durf je en bla bla bla. Mm-hmm. En alles, eigenlijk dat waren vooral de kijkers en alle streamers hadden allemaal zoiets van, ja, hé, luister, ik bedoel... Ik zeg je heel eerlijk, als jullie allemaal zoiets hebben van deze moet eruit, ja, ben maar bij mij hoor. Ik doe daar niet moeilijk over. Zeg het maar, Kenzie, hoe heet die? Ja, precies dat. Ja. Nee, maar bedoel, als iemand bijvoorbeeld in Shanna de stream zou zitten en die zegt, oh, wat een kutwijf en dit en dat, dan heb ik ook zoiets van, gast, dan ben je mij ook niet welkom. Nee, precies, die wil je toch niet in je community hebben? Ruikt ermee, klaar. Maar iemand die bij jou heel redelijk is, Kenzie, en bij Shanna dan heel vervelend. Is gewoon een lul. Ja, Shanna's lul. Maar stel dat Kenzie die persoon al een jaar lang in zijn chat heeft. En hem dus heel goed kent. En die is er elke stream bij. Dus Kenzie denkt echt... Ja, maar dan kent hij hem dus kennelijk niet goed genoeg. Ik denk dat het ook wel een beetje afhangt van de offense. Dat is wel moeilijk. Als iemand nu gewoon een keer iets gemeen zegt. Of een grapje maakt dat misschien het foute keel hebt geschoten. Is oké. Maar er zijn best wel een paar offenses die echt gewoon... Ja, waarvan ik me niet kan voorstellen dat iemand anders zou zeggen... Jee, leuk hoor, grappig dat mopje dat je nu hebt gemaakt. En dus ik denk dat het voor zo'n mensen eigenlijk best wel oké is... om zo'n crossbandlist of blacklist of whatever op te stellen en dat gewoon te doen. Ik zou ja, zeggen, maar dat zijn situatie van. Specifiek maken. Dat is toch ja, niet klopt, maar met zijn, alle streamers, laat, met hoeveel we zijn. Laat ik het zeggen, Jos. Er zijn gewoon streamers die wat ik vertrouw. Dat er bijvoorbeeld... Ja. Weet je, Jos, jij bent ook iemand met een leuke community. En ik weet gewoon, als jij iemand bent, weet ik gewoon... dan heb je er een goede reden voor. Ja, ja. Weet je, dus, en dat is gewoon van, als jij bij bepaalde streamers gewoon weet van, oké, ik ken zijn normen en waarden, ik weet hoe hij zijn chat hanteert. Als jij zegt van, ja, wat deze gozer hier in de chat heeft geflikt, dat kan gewoon echt niet. Hij heeft dit over mijn moeder gezegd, hij heeft dit gedaan. Ja, sorry, dan is hij bij mij ook niet welkom. Optieven, klaar. Ja, ja, ik heb een keer een situatie gehad, dat was dan niet van een andere streamer, maar er kwam ook een keer bij mij in de community... Een van mijn communityleden die nam contact met me op. Die zegt, goh, ik zie dat iemand recentelijk in je chat zat of de Discord gejoind was. En die persoon die stalkt mij heel erg of zo. En ik dacht van, ja... Ik weet niet zo goed. Kijk, dan moet ik dus... Ik wil heus wel die persoon geloven die het tegen me zegt, hoor. Ik wil niet doen alsof het niks is. Maar ja, ik wil ook niet zomaar blind mensen gaan bannen omdat er gezegd wordt, die is een lul. Ja. Ja, dus zou je het willen weten? Nou ja, ik heb gewoon gezegd... Ik kende die persoon helemaal niet die dan de stalker zou zijn. Ik zeg van, joh, ik weet niet eens wie dit is. Hij is er net bij. Ik kijk even hoe die doet en anders flikker ik hem eruit. En als je gewoon contact met mij houdt als hij iets bij jou doet... Dan weet ik in ieder geval, ben ik ervan op de hoogte. Ja. Maar ja, goed, ja, ik vind het dan wel moeilijk. Word ik in zo'n positie gezet van, ja, what the fuck moet ik met deze informatie? Want ik ben toch... Je bent geen vol jeugdvrouw. Ja, ik heb ook wel hetzelfde meegemaakt. Zelfs met een aantal mensen. En wat ik toen heb gedaan, ik heb gewoon in de modschat... ik heb zo'n modchat op mijn Discord gewoon gezegd van, joh, deze persoon houdt iets goed in toog en zo in de Discord. En op het moment dat je iets ziet dat je niet aanstaat, laat me dat weten. En dan de persoon die dan tegen mij zei van, joh, die stalkt mij of die doet weet ik veel wat, heb ik bewijs gevraagd van, oké, laat zien, wat heb je? En als ik van dat bewijs dan zeg van, oké, het is echt wel heel ernstig, dan was het voor mij, oké, die persoon van minste offense gaan we die gewoon bannen. En dan hebben we dat gewoon gedaan. Mm-hmm. En dan zijn we er ook vanaf geraakt op die manier. Ik denk, als iemand iets zegt en iets signaleert, dat je dat wel gewoon serieus moet nemen. Maar inderdaad, je kunt niet... Jumping to conclusion. Allee, ik niet alles zo... Hoe zeg jij in Nederlands? Niet alles over één kam scheren. Ja, nee, dat is het niet. Jumping. Nee, Kenzie. Laat de bussen wel, hoor. Sorry. Overhaast. Nee, maar geen aanhaling. Sorry. Niet schieten. Wauw. Shanna to the rescue. Overigens, bij mij, voor de mensen die het willen weten, bij mij was het zo afgelopen. Die persoon ging volgens mij diezelfde dag of de dag daarna. Die stalker persoon is alweer de community uitgegaan. Heb ik nooit meer teruggezien. Dus het heeft zichzelf opgelost, dat probleem. Maar toen dacht volgens ik mij hebben wij diezelfde ook gehad, want het was een meisje, toch? Of een meisje die zich gestalkt voelde door die ja, persoon. Precies, ja, precies. Die heb ik volgens mij ook gehad. Dat zij ook bij mij van, ja, hij volgt jou op Instagram. En, ja, dat is ook. Maar weet je, tegelijkertijd, en dat is niet om dit verhaal te ontkrachten, hoor. Maar tegelijkertijd zie je ook dat mensen gewoon bijna alles wel doen om anderen een oor aan te naaien en anderen in een zwart daglicht te zetten.
Ja, oké, okay, maar streamers maar, onderling doen ze nee, dat niet dus. Snel. Nee, bullshit. Dan... bullshit. Ik vertrouw de streamers letterlijk... meer dan de kijkers. Ja. Nee, absoluut. Zeker, maar er zijn nuances waar je ook wel... Want ik ben het ermee eens. Ik zat overigens een tijdje terug hier bij de talkshow... waar het hier toen ook over ging met die clip van die Amerikaanse streamer... waarvan de mod bij 3 kanalen of zo die guys ging bannen. En ik ben zelf ook aan het nadenken over zo'n concept... en hoe je dat dan effectief in kan zetten, want... Bijvoorbeeld, bij wijze van, hè, ik kan het vet goed vinden met Shanna en we gaan stappen en het is allemaal leuk. En Kenzie vind ik echt zo'n lul. Maar dat heeft verder geen basis. Sommige mensen kan je gewoon heel goed mee, sommige mensen niet. Maar betekent dat omdat ik dan ruzie heb met Kenzie, dat ik het niet meer goed kan vinden met Shanna? En dat ik dan het recht niet meer heb om met Shanna om te gaan? Dat heeft toch niemand gezegd? Ik ben hem helemaal kwijt. Nee, maar dat is wel... Maar, ik en Kenzie vrienden nou, zijn. Nou, weet ik niet. Kijkers gaan toch niet met je uitgaan en zo. Dit is een heel ander verhaal. Nee, maar dit is de ja, maar dan trek je... Jij trekt nu eigenlijk zo van... Ja, de vriendschap tussen een kijker en de streamer... kan evenveel waard zijn als die vriendschap. Nee, dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat... op het moment dat er een conflict is tussen twee mensen... betekent niet dat de derde persoon automatisch dan partij daarin moet maar kijken. Dus als inderdaad een kijker heel lang bij Kenzie super chill is... en bij Shanna een verkeerde opmerking maakt... Ja, maar verkeerde opmerking is niet waar het over ja, gaat. Maar echt mensen die dingen als doxen doen... of weet ik veel, mensen al hun info in chat ja, gooien, een adres en dat... Maar wanneer je zo'n systeem introduceert... Wanneer je zo'n systeem introduceert, waar is dan de controle die dat inderdaad heel, in check houdt? Heel makkelijk, heel makkelijk. Kijk, je vormt groepen. Kijk, ik maak een groep en dan wil ik wil gelinkt zijn met Jos, ik wil gelinkt zijn met Shanna, met Daniel, niet met Chapo. Dus ah, en dan dat ik zelf kan kiezen van, oké, deze streamers vertrouw ik met hun wens. Ja, precies, met wie link je? Klaar. Weet je hoe de streamers... Dat is dus kartelvorming, hè? Ja, not gonna lie. Ik bedoel, ja, ik ben voor dit idee. Maar daar is toch niks mis mee? Als in, dat is toch juist een goede... waarom mogen streamers niet een kartel vormen? Als in, dat is... Dat omdat het... Waarom het gaat niet? Heel snel de verkeerde kant op. Je creëert heel snel vriendengroepjes van... Ja, jij bent hier niet welkom omdat jij het bent. Nee, oké, maar ik bedoel meer zo van... Ik bedoel, ja, daar ga ik in mee. Maar waarom zou dat niet mogen? Als mensen dat willen... Want het is toch ook heel erg... Ja. Soms doen mensen wel eens van... Weet je wel, even heel lullig gezegd... Maar soms wordt er wel eens gedaan van... Ja, jouw stream is er voor iedereen... En je bent het is openbaar... En het is een gratis goed en bla bla bla. Maar het is toch ook gewoon, weet je wel... Je mag het toch ook gewoon presenteren aan de mensen... Aan wie je het wil presenteren. Als ik zeg, ja, mijn stream is helemaal niet voor iedereen. Die is alleen voor de mensen die... Die mij eensgezind zijn. En zit je niet op het level van mij en mijn vrienden... Ja, dan is daar het gat van de deur. Dat mag toch in principe? Ja. Ik denk sowieso dat mensen, stel zoiets zou geïntroduceerd zijn, mensen die gaan al 2 keer nadenken voordat ze domme shit in iemands chat gooien. Zodra als ze weten van het staat gelinkt. Nou, ik denk van wel. Ik denk van wel. Maar ja, natuurlijk, dat kan verschillen. En stel, ik ben gelinkt aan die mensen, zet en dat ik daarna altijd nog kan kijken waarom is hij daar geband. Totdat het ontbijt is en tot jij kan klikken accept of niet. Weet je, een systeem is heel makkelijk gemaakt. Maar ik denk wel dat mensen gewoon 2 keer gaan nadenken voordat ze domme shit bij andere mensen gaan doen. We moeten gewoon een sociaal puntensysteem op Twitch hebben. Daar hebben we een China. Dat wil ik. Jawel. Oké, okay. Dat gaan we doen. En dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd. Ja hoor, daar gaan we. Oh. Oh, jee. Laat ik niet aankomen, dit. Ja, toch. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik dacht, Lord. Is dit een onderwerp dat ik nog niet ken? Of misbruik. Ja, het lijkt er wel op, jongens en meisjes. The Voice blijkt op zoek naar meer dan alleen zangtalent. Ken je hoe dit verhaal trouwens? Ik ken het verhaal, okay. Ik denk ook wel dat dit... Het is namelijk ook wereldnieuws inmiddels. Ik denk dat het niet alleen maar Nederland en België is... maar het staat ook op de frontpages van Amerikaanse kranten. Want The Voice is natuurlijk een internationaal format. Ja. Dus daarom is er ook een reden voor buitenlandse pers... om erover te schrijven. Maar alleen de juryleden van The Voice of Holland zijn nu in... Opspraak. In het nieuws, zeg toch? Dat? Zeg maar niet bij Amerika ook of ergens anders. Ik denk niet dat het in het programmaplan zat of zo. Nee, onderdeel van het programma. Ik koop mijn plan met misbruik erbij, zeg maar. Ik niet helemaal op de hoogte ben, zeg maar. Het gaat nu echt alleen om Marco Borsato en geloof ik Ali B dan, toch?
Nee. De pianist. De pianist ook, ja. De bandleader, inderdaad. Ja. Oh. Maar dat is tevens de man van Linda de Mol. Want de pianist, dat klinkt een beetje... Ja, sorry. De man van Linda de Mol. Linda de Mol, dat klinkt niet zo goed, maar de pianist, ik weet het. Ik ken haar ook niet zo goed verder, hoor. Maar, maar Ali B heeft wel allemaal bekend, hè? Ja, die heeft meteen gezegd van... via zijn advocaat natuurlijk, van dit is bullshit. Ja, hij heeft ook specifiek aangifte gedaan, toch? Tegen Ali B. Ja, maar volgens mij was het niet bekend dat het om hem ging. Maar heeft hij zelf gezegd dat het om hem ging? Allee, ik had zoiets gelezen ergens. Ja, dat klopt. Tenminste, hij... Oké, een aantal maanden geleden heeft Tim van Boos heeft een tweet de wereld ingeslingerd van... Ik ben bezig met een verhaal over misstanden bij talentenjachten. Wil je je bij mij melden? En nu... is die uitzending, die komt aankomende donderdag. En eigenlijk daaraan voorafgaand heeft hij een poging gedaan om wederhoor te plegen. Dus heeft hij RTL en Talpa en weet ik veel, ITV, heeft hij benaderd met... Yo, ik heb een uitzending, daarin gaan we dit en dit vertellen. Willen jullie daar een reactie op geven? En toen is eigenlijk de hele bom gebarsten en is iedereen meteen naar buiten gekomen met... Yo, dat zit waarschijnlijk zo en... Het is wel grappig dat je... op zoek gaan naar misstanden in talentenjachten. Dat is een beetje van, hè, je gooit een kleine... Je hebt je eerste hengeltje als vijfjarige, zeg maar. Die gooi je uit en je bent op zoek naar een klein visje. En je krijgt allemaal berichten over The Voice of Holland, zeg maar. Dus meteen, zeg maar... Een haai aan, zeg maar. Ik denk niet dat zo is gegaan. Ik denk dat daar wel echt gewoon serieuze aanleidingen over waren. En dat ze dan onderzoek gaan doen. Maar het nog niet direct daarop willen pinnen. Dus eigenlijk... Ik denk dat hij ook al wel wist. Oh, sorry. Als je zoiets meemaakt en je bent niet per se iemand die in de finale is geweest. Laat ik het even, je bent een beetje uit de breinen van mensen. Hoe ga je jezelf hoorbaar maken? Want ja, mensen zoals Ali B en Marco Borsato krijgen sowieso al dingen naar hun hoofd geslingerd die niet waar zijn. En ja, hoe ga je het eens naar buiten brengen? Dus ik denk dat zo'n programma zoals Boos daar echt wel echt goed en echt lang naar op zoek is geweest voordat ze dit nu zo maken. Dus denk ik dat ze gewoon even een beetje aan het zoeken zijn geweest. Als ik nog even mag toevoegen. Ja, ik had het hier vanmiddag op mijn eigen stream ook even over met de community. Oh, ik dacht eigenlijk dat zij de eerste waren, maar inderdaad Tim Hofman in augustus had ik even gecheckt. Dat wist ik niet. Maar ik heb het vooral gehoord via dat roddelpraat toen daarmee kwam. Ach. Met Dennis. Ja, maar Dennis dat vind Schouten ik wel een beetje... Roos. Als ik daar heel even op mag inhaken, vind ik dat een beetje flauw. Want ik heb dus het idee dat zeg maar een BNN en hun team... die zijn hier al meer dan een half jaar mee bezig. Mm-hmm. En die doen hun best om het zeg maar journalistiek helemaal waterdicht dicht te tikken. Mm-hmm. En nu op het moment dat zij eindelijk zeg maar na maanden van goede journalistiek... eindelijk hun bevindingen kunnen presenteren... omdat twee maanden geleden Roddelpraat iets heeft geroepen... zegt iedereen nu, oh, jullie hebben het van Roddelpraat. Dat ik denk, maat, zijn we nou... Ja. Dus eigenlijk degene die ongeverifieerd het snelste roept... die krijgt nu de punten, zeg maar. Dat vind ik een beetje flauw. Maar dat is de hele media, toch? Gewoon. Ja. Dat is de hele media. Het was al twee maanden geleden kwam... Kijk, die Marco B. grappen, Marco Borsato grappen... die zijn al maanden nu in omloop. Dat kwam toch, dacht ik, doordat... Ik weet dat het via Roddelpraat toen naar buiten kwam. Ja. Dat bedoelde ik alleen maar. Dus daarom ik vind het wel moeilijk om naar Daniel te luisteren... dat hij de integriteit van Jan Roos hier in twijfel stelt. Dat vind ik toch moeilijk om te horen. Nee, ja, ik bedoel, ze exposen heus wel eens wat. Alleen ik vind wel een beetje dat zij zijn een beetje die boefjes... Natuurlijk. Die het gewoon durven te roepen zonder dat er echt iets bekend is. En om nou te ook zeggen... Dat blijft plakken. Ja. En daarom kwam het wel als eerste bal aan het rollen, dat bedoel ik. En nu is het goed dat Boos er weer opkomt met de keiharde feitenaflevering. Maar die waren er al mee bezig. Ja, die waren er al mee bezig. Maar ik bedoel, nu is de aanloop wel misschien beter of zo. Want Marco Borsato is nu al twee maanden... Is Ken alleen bij mij een robot? Of, nee, ik ken ze. Je zegt unmute. Niet bij mij. Nee, Ken ze moet zijn naam veranderen in Megatron even. Dat gaat duidelijk. Ja, het zo. Ja, op Whereby moet je mute, Ken. Maar... Ah, goed. Maar ja. Uiteindelijk heet het roddelpraat voor een reden, inderdaad. Maar ja, daarom. Het zijn wel ook roddels die zijn brengen. Ik vind dit trouwens sowieso een raar onderwerp voor roddelen. Dit is toch meer een rechtszaak dan een roddelblad. Ja, maar toen zij het zeiden, toen was het nog bewezen, toch? Ja. Ze zijn nog met een onderzoek. Die boze aflevering moet nog uitkomen. En daarna moet er nog een heel officieel onderzoek. Dus ja, ik vind het eigenlijk ook al wel gek dat... heel veel dingen nu al in actie worden gezet. Dat betekent in ieder geval, als RTL de show opdoekt...
laat wel zien dat ze zijn gestopt met uitzenden. En er zal wel iets van waarheid. Nee, maar er is toch iets niet helemaal goed. Ik zag op Twitter toch dat iemand al gezegd had van dat het waar was. Dat een van de beschuldigden al gezegd had van ja, dat klopt. Ja, dat klopt ook. Ja. De pianist. Nou ja, die is opgestapt. Ja. En Anouk is opgestapt. Ja, maar waar het natuurlijk... kijk, dat wat voor mij een beetje het kromste aan die hele zaak was... Ik had het er vanmiddag ook met mijn vriendin over. Dat, oké, stel dit is gebeurd... Het zou kunnen zijn dat er heel veel mensen inderdaad niet vanaf wisten. En ook Talpa en RTL, het kan zijn dat die er niet vanaf wisten. En dus waren zij ook heel snel om vanmiddag allebei te zeggen... wij wisten er niets vanaf. Maar toen kwam dus dat statement van de Jeroen Rietbergen. En als je daarin gaat lezen, die zegt... ja, dit speelde een aantal jaar geleden... en ik ben er door mijn werkgever op aangesproken... en heb er toen iets aan gedaan. Maar dus, dat was toen wel dat ITV en Talpa was dat toen de tijd. Ja, oké, maar dus of ITV, of Talpa, of RTL, één van de drie wist ervan. Eén van de drie moet ervan hebben geweten. Ik weet niet wat hij bedoelt met zijn werkgever. Dat is of ITV, of Talpa, of RTL. Maar één van de drie moet het geweten hebben. En alle drie hebben vandaag gezegd, wij wisten er niet van. Dus of die Jeroen Rietbergen liegt... Of Talpa liegt, of ITV liegt, of RTL liegt. Maar iemand liegt in ieder geval. En dus ook, hij is toen bij Linda de Mol... die zijn uit elkaar gegaan, toen, rond die tijd. Dus Linda de Mol wist het ook. Dan zal papa John het ook wel weten. Ja, iedereen wist het eigenlijk al toen. Ja, die handen was in onschuld, dat gaat niet. Ja, maar dat is het hem nou juist. We hebben nu nog niet het hele verhaal. En als je dan nu alweer op social media gaat kijken, iedereen loopt er met zijn geladen social media gun rond. En nee, maar dit is toch. Nee, maar Kenji, even heel eerlijk. Ik bedoel, los van Ali B. Jeroen Rietbergen heeft gezegd: is zo, is gewoon waar. Punt. Ik heb mijn vrouw bedrogen en er waren misschien machtsverhoudingen die niet oké waren. Dus die zegt gewoon: het is waar. En ondertussen zegt de werkgever, zegt, ja, wij hebben nooit van iets geweten. Dus daar zit dan toch al iets heel kroms. Nee, daar wordt sowieso gelogen. Eén van die vier heeft gelogen. Maar daar komen we hopelijk donderdag dan achter. Wanneer Boos dat gaat uitzenden. Want dat zal best wel... Maar wat ik niet zo goed... Anouk is nu dus ook weg. Hè? Als die zei, ik wilde niks meer mee te maken hebben. Maar er is dus zij weet dan nu ook inmiddels dingen. Maar dan denk ik van, wist ze niet al die tijd al iets? Want dat kun je nooit weten. Zij was volgens mij best goed bevriend met Ali B. Ook tijdens de show, zij en Ali gingen heel goed samen, dacht ik. Ja, oké, maar dus, laten we even heel eerlijk wezen. Ik zeg je, ik heb ook een paar seizoenen daar backstage rondgelopen. Want ik deed toen verslag voor 538 en dan was ik bij alle live shows. Dat is risicovol om te zeggen. Nee, maar serieus, ik heb daar ook... En ik heb heus wel gezien dat, seks en drugs waren heus wel een dingetje daar. Alleen het is nou niet bepaald alsof dat zie je niet allemaal natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dingen wel hebben gezien. Maar ik denk dat ook heel veel mensen zijn die oprecht geen idee hadden natuurlijk. Hoeveel mensen zien dat jij seks hebt? Ik bedoel dat... Ligt eraan wanneer ik het doe. Dat is... Nee, maar het is wel een dingetje natuurlijk. Het is complex gewoon. Kijk, het is niet alleen één iemand die seksueel misbruik heeft gedaan bij één andere persoon. Het is een hele organisatie. Er is machtsmisbruik, seksueel misbruik. Het zijn meerdere personen. Dus het zou best kunnen zijn dat sommige dingen wel kenbaar waren. Dat sommige dingen wel publiekelijk bekend waren. Maar echt de heftige dingen niet. En dat nu iedereen om zijn eigen hachje te redden misschien wel zegt van wij weten van niks. Terwijl ze misschien echt wel wisten dat iemand een keer een klein beetje machtsmisbruik heeft gebruikt. En hebben gezegd van, dit moet je niet meer doen. Maar het grotere plaatje wisten ze misschien wel niet. Dus omdat het zo complex is, dan kan je zeggen wat je wil. Maar je komt er pas echt achter als zo'n rechtszaak is geweest en alles naar buiten is. Want dan kan je pas zeggen, oké, dit is echt gebeurd. Maar dat is natuurlijk waar. Maar Kenzie hangt, die was nog midden in zin, maar die leek een beetje te ver de andere kant op te hangen, zeg, met ten opzichte van Ali B. Van hij is natuurlijk is hij onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar dat is de eerste reactie toch ook? Van iedereen. Gewoon ik vind wel een beetje flauw. Nee, maar Tim Hofman even heel plat gezegd. Marco, die zei niet meteen dat hij onschuldig was. En toen hadden we allemaal zoiets van, dat is eigenlijk wel verdacht dat hij niet meteen zegt dat hij onschuldig is. Ali zegt nu wel meteen dat hij onschuldig is. Nu hebben we allemaal zoiets, dat is wel verdacht dat hij meteen zegt dat hij onschuldig is. Het meest verdachte is dat Tim Hofman gewoon een duidelijk voortraject heeft gedaan. Hè? Dat is wat hij al naar voren heeft gebracht, lijkt mij een integere journalist.
Hè? En die, dat heeft echt een basis. Om te zeggen van ja, Ali B, we weten het nog helemaal niet. Daar ga ik niet helemaal in mee. Er is wel degelijk iets. Ja, ik denk ook wel, ik wil even mee bij wat jij aan het zeggen bent aanhaken. Ik denk ook wel, als je iemand bent die gewoon normaal doet en normaal is, dat zo'n beschuldigingen u ook niet altijd gaan vinden, denk ik dan. Weet je, zeker niet als het om zoiets serieus gaat, denk ik. Nee, maar dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Ik bedoel, het kan iedereen overkomen. Waar. Tuurlijk, het kan iedereen overkomen, maar... Jij zegt eigenlijk, waar rook is, is vuur. Een beetje wel, ja. Meestal, ik heb toch vaak het gevoel gehad dat vaak wel zo is. Maar het is ook helemaal niet gek dat iedereen meteen zegt van... Hey, ik weet er niks van. Of dat nou wel of niet zo is. Want een van de bekendste zinnen volgens mij in de historie van... de historie is... I did not have sexual relations with that woman. Yeah. Ja. Ik weet het niet hoor. Maar, ja, precies. Ja. Nee, ja, ik heb meegedaan met Voice en ik ben heel blij dat ik niet door was, zeg maar. Maar heb jij wel met Daniel backstage die feestjes meegenomen? Want dat klinkt wel als een... Ja, tenminste, hoe lang maar, was 18. Dus dat is wel 10 jaar terug. Maar ja, wat dan nu wel is met Ali B, hetzelfde als een Marco Borsato. En volgens mij zei Walter dit de vorige keer in de talkshow. Van die worden nu al zo doorgelaten op social media dat die zijn praktisch klaar. Ja, sowieso. Ja maar de vorige keer moeite mee had met Walter, was dat hij heel erg de belangen van Marco Borsato aan het behartigen was, gevoelsmatig. En Marco Borsato en Ali B zijn in deze niet de primaire slachtoffers. Nee, absoluut zijn mensen absoluut naar voren gekomen. Slachtoffers? En het is... Nee, dat is wat ik zeg. Niet. Ja. En dan moeten we... Tuurlijk moet het zo zijn. En het voelt alsof ik dit... Ik heb het déjà vu met 2 weken geleden. Maar tuurlijk moet het zo zijn dat ze onschuldig zijn. Tot het tegendeel bewezen is. Mm-hmm. Maar dit... waar rook is vuur is een beetje makkelijk gezegd. Maar er is al een duidelijk voortraject aan de gang. Ja, dat klopt. We moeten vooral... Daar zitten de echte slachtoffers. Precies. En, daarom... Hè, er is sowieso, omdat er ook bewijzen zijn. Ik ben zelf iemand van... Ik wacht het af van... Hè, wat gaat er allemaal naar buiten komen? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Wat gaat het rechtssysteem doen? Voordat ik meteen op Twitter begin te roepen van... Ja, ik heb berichten gezien. Daar word je niet vrolijk van. Nee, maar zijn ook net niet met de pitchforks erbuiten. Ik bedoel, zo public opinion en ook gewoon... dat is ook gewoon niet hoe het gaat. Er zijn regels, er zijn systemen... Ja, voor een reden. Hè? En ik denk dat we het inderdaad moeten afwachten. Ik ben wel heel benieuwd. Ik verschiet er wel niet van om eerlijk te zijn. Ja, ik weet het niet. Stel, het is allemaal niet waar. Ja. Dan nog denk ik dat de Voice of Holland misschien niet meer terugkomt. Weet je wel, hiervan. Ja, dat denk ik ook niet. Nee, het is sowieso er is sowieso al één verhaal wel waar, toch? Dus dan ben je eigenlijk al... Ja. Welk verhaal is wel waar? Dat van die pianist. Rietbergen. De pianist. Maar zou hij dat niet zeggen om misschien te denken van... Ja, er is wel wat gebeurd. Ik wil nu gewoon mijn hachje redden. En als de good guy dan allemaal zegt dat mensen mij een beetje... Ja, tuurlijk. Dat is wel een bekende theorie om iets kleiners te bekennen in een grotere schala, zeg maar. Precies. Nou, maar ik weet ook... Want ze hebben ook... Het mooie is dat iedereen was vandaag natuurlijk full damage control mode. En in de damage control zijn ze elkaar voorbij gerend. Want hij dacht... Oké, voor mijn damage control is het goed als ik zeg... mijn werkgever wist ervan. En zij dachten, ja, voor onze damage control is het goed... als we zeggen, we wisten van niks. Alleen Daniel, jij hebt echt je roeping bij RTL Boulevard gemist. Jij glundert van dit soort dingen, zeg maar. Ik ga hier zo goed op, ja. Ik kan hier wel echt van genieten. Ik bedoel, het is natuurlijk heel, heel tragisch allemaal. Maar vooral van het feit dat zeg maar gewoon... Dat er zo... Ja, dat er zo uit de hoogte wordt gedaan van... Oh, wij wisten van niks en blablabla vermoorden. En dat je dan uiteindelijk zeg maar schaakmat wordt gezet door je eigen verhaal. Dan denk ik, ja, het is gewoon... jullie zijn gewoon een stel sukkels allemaal. En dit had je een beetje kunnen zien aankomen. Want ik denk wel, en dat is eigenlijk een beetje de discussie die we eigenlijk even moeten hebben. Dat, kijk, misschien wisten mensen er niet van of zo. Maar ik denk wel dat dit soort dingen kunnen wel gebeuren. Omdat je een bepaalde cultuur... laat plaatsvinden, toch?
Of zeg ik daar iets dat heel geks? Zeker. Nee, dan gewoon de mediacultuur, dat stukje... Ja. Wat ze zeggen, Hilversum, zeg maar. Daar hoor je veel verhalen over. Dat is wel iets wat daar wel heerst. Het is een cultuur die letterlijk ook over oceanen overstijgt. Want dat is toch een hele... Met de MeToo-beweging is ook van... Hè, met actrices en die... Ja. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen. Hè, die Harvey W. Ja, Harvey Weinstein. Ja, Harvey Weinstein. Ik weet niet, straks word ik gemeld. Mm-hmm. Nee. maar die heeft natuurlijk precies hetzelfde met zoiets van... ik kan je hogerop helpen als je mij even helpt. En dat is dit verhaal ook. Dus het is echt bizar. Maar ook ik vraag me dus af, is dit alleen bij The Voice, weet je wel? Of zijn er nog meer talentenshows in Nederland? Overal, maar niet alleen talentenshows, het is overal. In het laatste jaar, hoeveel YouTubers er niet gecanceld werden voor machtsverhouding, gedoe. Ja. Allee, ik bedoel, dat was elke week was er wel een nieuwe YouTuber die gecanceld werd voor het een of het ander. Ja, ik denk vanaf het moment dat je een bepaalde status en een bepaald niveau bereikt, dat je daar gewoon bewust van moet zijn en dat je gewoon een beetje moet nadenken voordat je iets zegt tegen iemand. Maar vraag je daarover, hè? Want waar ligt dan die grens? Want ik wil ook wel een beetje... Dat vind ik ook wel lastig. Want stel nou... stel je bent de bandleider bij The Voice en je gaat inderdaad wat nu vandaag naar buiten komt, je gaat zeggen, hey, als jij wat had hij ook weer gezegd, tourmanager wil worden van Marco Borsato, dan kan je daar in Natura voor betalen. Dan regelen we dat wel even. Claim, oh. Dat, kijk, dat is obvious machtsmisbruik, toch? Maar stel nou, je bent... laten we even een ster noemen. Je bent, weet ik veel, een artiest. Bilal Wahib is dan nu even geen goed voorbeeld... omdat hij wat negatieve pers had. Maar oké, stel je bent Fleming of zo. Of een andere artiest. Of je bent die jongens van Chris Cross Amsterdam. Laten we die even nemen. Die zijn met z'n drie. Je scoort hits. Je bent succesvol. Stel, er zijn natuurlijk heel veel meisjes... die zoiets hebben van... nou, daar wil ik wel een keer mee naar bed. Want ze zijn succesvol en bla, 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 bla. Zolang jij dus zeg maar niet per se er iets tegenover stelt, is het dan oké? Dus stel bijvoorbeeld zij... Want dat gebeurt ook aan de lopende band. Er zijn heel veel groupies die seks willen hebben met een artiest. En er zijn heel veel artiesten die denken... Nou, ik wil wel seks hebben met een groupie. Ja. En volgens mij aan het einde van de avond is iedereen blij... Want de artiest heeft seks gehad en de groupie heeft seks gehad met een artiest. Dus iedereen is happy. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, maar als hij niet die artiest was, had je nooit seks met hem willen hebben. Dus wanneer... Nee, oké, maar als jij geen leuk gezicht hebt... Als jij geen leuk gezicht hebt, dan krijg je ook diezelfde seks niet. Dus dat dus vergelijking. Maar uiteindelijk... Maar er is dus geen machtsverhouding. Ja, het probleem is dat er iets inderdaad tegenover staat van als jij seks hebt maar het is wel zo dat hypothetisch gezien, stel je hebt seks met een van de jongens van Chris Cross Amsterdam, is de kans dat jouw eigen artiestencarrière daar verder mee komt, bestaat wel. Dus je kan die invulling dat ook... Dat doe je zelf. Ja, oké, dus dan doe je het zelf. Ja, dat is weggekeurd inderdaad. Dat is denk ik wel waar het lastig wordt. Als dit niet meer blijft, moment... Ja, Koen, het zijn chappen. Dan moet je over chappen, geen celebrity. Dan stuur ik mijn partnerpakket stuur ik weer terug. Al, want even dat ik het in me. Nicky Romero ook. Ik kom op een goed moment. Iemand, Nee, maar op een moment gedaan, dat... Gedaan, nee, ga maar. Ja, sure. Nou ja, nee, het is inderdaad gewoon wel lastig. Dit is natuurlijk wel meer een machtsverhouding ding met The Voice. Maar ja, het is inderdaad aan de lopende band met groupies en zo. Ik denk, ik zag ook mensen op Twitter. Ja, Twitter ook niet echt een goede plek voor dit soort dingen. Maar goed, ja, je wilt toch even kijken wat zijn de meningen. Er was ook iemand die zei van... alle celebrities moeten gewoon wegblijven bij het gepeupel of zo. Die mogen gewoon niet op seksuele relaties aangaan met mensen. Want dan krijg je altijd... er is altijd kans dat dit soort gezeik van komt of zo. Dat was ook iemand die dat zei. Ik dacht van, ging het over Douwe Bob dan of zo? Of? Dat we het hebben over machtsposities en een celebrity dan altijd toch wel in een machtspositie zit. Of je nou echt zegt van... Ja, maar dat bedoel ik. Want kijk, uiteindelijk... Ja. Ik bedoel, er ontstaat automatisch een soort machtspositie als jij een celebrity bent. Maar... Ja, wanneer maak je daar misbruik van? En wanneer ben je gewoon die celebrity die veel seks kan krijgen? Ja, ik snap wat je zegt, Daniel. In de vorm van, zeg maar, iemand die een artiest is of veel volgers heeft. De mensen kijken daar tegenop en hebben seks met diegene door diegene's positie in de maatschappij. Mm-hmm. En zeg maar, je kiest er gewoon voor om het te doen. En dat is waar. En diegene die zegt niet van, ja, dan krijg je dit of dan krijg je dat. Okay. Nee, je hebt gewoon seks. Maar in die end heb je natuurlijk... Ja, snap ik je wel met wat je zegt van... Je hebt natuurlijk... Die persoon komt wel naar zo'n persoon toe. Niet omdat... Ja, hoe goed ken je elkaar nou eigenlijk? Niet. Je vindt die persoon gewoon vet als artiest. Maar ja, dat is denk ik niet per se machtsmisbruik. Ik bedoel, hoe lang bestaat het al seks met groupies? Dat is... Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus het is eigenlijk... Voor zeg maar... Wanneer je eraan begint...
Gewoon altijd tekenen. Ja. Doe, maar ja. Nee, het was een duimpje op camera, toch? Duimpje op camera. Er zijn artiesten die het hebben, hoor. YouTubers ook, gewoon echt geheimhoudingsverklaring en alles. Ja, als je echt zegt van kijk, ik maak me daar zorgen over, dan is dat de enige oplossing. Ik bedoel, mensen zijn vrij om te slapen met wie dat ze willen, maar ja... Als je echt zodanig bekend bent dat je echt schrik hebt dat mensen dat tegen je gaan gebruiken, dan kun je niet anders dan zeggen, kijk, jij wilt seks met mij? Oké, handtekening, en that's it. Maar ja, een beetje romantisch. Maar het is wel wat geestelijk bij. Probleem, hoor. Want je hebt natuurlijk ook zo'n voorbeeld, stel je naar voren, en Marco Borsato die heeft seks gehad met iemand van The Voice, hè, en die is dan wel meerderjarig, maar alsnog komt zij nu opeens van, ja, nou, ik wou dat nooit. Ja, als hij op dat moment een blaadje zou hebben met, ja, nou goed, je wou dat wel, ja, dan kan zij nooit wat zeggen. Ja. En ik wil natuurlijk echt niet hun goed praten, of dat heb ik ook niet gezien. Aan de andere kant, even heel, heel bot gezegd, stel dat dat gebeurd is en zij waren de enige twee die daarbij waren, dan wordt het sowieso lastig, hè, van beide kanten. Dan zal het ook lastig worden voor haar om aan te tonen dat hij daar inderdaad misbruik van heeft gemaakt. Moment, even de notaris bellen. Dat, Ja, maar ja. Hè? Als je er eenmaal die status hebt, wordt het erbij. Als het om misbruik gaat, is dat gewoon altijd. Het is sowieso moeilijk ten eerste om het toe te geven dat het gebeurd is. En zeker als je in de positie van de persoon staat die in de minderheid is of die minder bekend is, of die meer te verliezen heeft. Hè? En dan aan het tweede punt is, aan wie gaat je dat zeggen? Ja, wat is je bewijs? Ja, is er geen bewijs en dat maakt het zo moeilijk. Maar hoe bedoel je, die heeft meer te verliezen? Ja, hè, als je in een machtsverhouding zit, door als die persoon... Hè, ik zal gewoon even een voorbeeld geven. Bij ons in het ziekenhuis gebeurt dat ook heel vaak. Hè, machtsmisbruik, machtsposities en zo. En mensen die heel graag een specialisatie willen doen, waarbij dat het dan niet lukt. En dat degene die specialist zijn, die dan zo zegt van, kom maar eens even bij mij thuis. Gebeurt, happens. Hè? En die persoon wil gewoon graag die job of dat werk of whatever... Ja. Dus die heeft wat te verliezen als die gaat zeggen... Ja, maar ja, jij wilt mij misbruiken. Nee, waarom heb jij daar nooit wat van? Heb je daar iets van gezegd? Met mij is het niet in dermate gebeurd. Hè, maar als stagiaire werd ik wel heel vaak bepoteld. Ja, zeker. Professoren. Bepoteld. Jij kan dingen af en toe zo mooi Belgisch verwoorden. Heel mooi. Bepoteld. Dat iemand met zijn poten aan je zit, neem ik aan, toch? Klinkt gelijk zo schattig. Klinkt veel beter. Klinkt heel schattig, maar het is niet schattig. Want het is helemaal niet iets schattigs, inderdaad. Ik zal eens uitleggen. Dat gebeurt zo subtiel dat je dat eigenlijk pas doorhebt nadat het al gebeurd is. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld dat bij mij was. Hè, je staat bij de chirurg, je bent bezig met chirurgie. Die zegt tegen je, oké, hou deze ding zo vast en de ander ding zo vast. En dan komt hij achter u, letterlijk, hè, zo wat tegen uw borsten, zo, om dan zoiets in die buik te gaan steken. Je hebt dat op dat moment niet door, want jij denkt, shit, ik ben hier dingen aan het vasthouden. En eigenlijk pas later denk je, oh my god, eigenlijk was dat toch heel raar dat hij dat en zo heeft gedaan. En hoeveel later is dat dan? Bedoel je dan zeg maar een paar uur daarna of zo? Een paar uur later of zo, pas maar als ze klaar zijn met die chirurgie. Ja, maar dan heb je daar... Ja, maar ik wil even George, als ik dan heel even voor de vrouw het mag opnemen, want ik bedoel, als je zelf antwoord mag wil geven, dan moet je dat vooral doen. Maar als ik dan hele voor de vrouw mag opnemen. Dat kan natuurlijk, op dat moment gaat denk ik ook door je hoofd. Ja, maar als ik nu tegen de grote chirurg van de OK hier iets van ga zeggen, dan kan mijn hele medische carrière weg zijn, toch? Ja, als je het ziekenhuis gaat zeggen, ik bedoel, zo'n chirurg is hartstikke kostbaar voor zo'n ziekenhuis. No way dat ze jou gaan geloven, wat wel echt super vervelend is, want dat gebeurt te veel. Dat hij is de man van 2 ton per jaar, weet je wel? Het is niet dat ik denk van je moet er meteen iets van zeggen of zo, maar zeg maar, hoe gaan we ooit uit dit soort situaties komen? Want het kan alleen maar, en ik snap dat het heel moeilijk is. Ik zou door zelf ook niet te weten praten zoals nu. Sowieso, maar ja, ik bedoel, als we het allemaal om ons heen zien gebeuren, want het wordt hier aan de lopende band gezegd op de talkshow van, nou, dat gebeurt overal, joh, dat gebeurt overal. Ik denk, ja, maar hoe gaan we dat in godsnaam dan tackelen? Want ik denk dat uiteindelijk wij mannen moeten ons mede door dit soort verhalen beseffen van, joh, misschien denk je nu nog dat je ermee wegkomt, maar over 1 jaar of 10 staat er iemand op en die beseft zich dan in 1 keer dat het niet oké was. En dan komt de waarheid je gewoon inhalen en dan stort gewoon je hele wereld in elkaar. Dus eigenlijk denk ik is het een soort waarschuwing aan mannen wereldwijd van ook al lijkt ze nu op het moment dat je inderdaad daar even die handen tussen steekt, lijkt ze er nu niks van te zeggen en zegt ze er volgende week ook niks van. Die shit kan je wel gewoon komen inhalen later. Maar hebben zij... Kijk, want de MeToo-beweging is nu ook al een paar jaar op gang natuurlijk. Ik weet niet, 2018 of zo, 2017. Daar heeft... Of het is al langer, veel eerder mij. nog...
Ja, of het is al veel eerder gebeurd met The Voice, maar anders hebben ze daar dus ook niet echt naar geluisterd, toch? Een Ali B of een Marco Borsato of weet ik veel wie. Die hebben daar dan ook niet echt een les uitgetrokken. Terwijl Harvey Weinstein was al over de nieuws. Maar als er iemand... Maar je weet niet hoe lang geleden dit gebeurd is. Hè? Ik bedoel, het kan ook best dat... Je weet die timelines niet. Het zou heel goed kunnen dat het incident met Ali B gebeurd is voordat überhaupt Harvey Weinstein in de openbaarheid kwam. Ik denk dat dit die timelines... Ja, had hij wel zoiets gezegd ook. Het is een verhaal van een lange tijd geleden. Dat heeft volgens mij in zijn verklaring erbij gezegd, volgens mij. Marco Borsato ook, volgens mij. Dat het al lang geleden was. Ja. Maar het is ook, het is zo klein. Maar kijk, dat het jezelf overkomt, dat vind ik ook heel moeilijk. Nee, sorry, ik wil ook niet zeggen van je, daar had je wat voor moet zeggen. Maar als je bijvoorbeeld zegt van, ik ken verhalen. Hè, bijvoorbeeld, jij weet van een arts of een dokter en met een andere stagiair of zo. Zou jij daar zelf wat van zeggen? Zou jij naar een leiding geven of vertrouwens? Ik denk dat daar dus om gaat. En ik denk dat daar het stukje verandering in kan zitten. Als je er veel over praat, als zo'n dingen vaak uitkomen, in plaats van te zeggen van ja, dat is de media, of dat gebeurt daar, of ja, dat gebeurt daar. Ja. Bijvoorbeeld bij mij, mijn eigen persoonlijke ervaring in dat OK, dat is niet alleen ik en de chirurg. Hè. Daar zit nog een assistent bij en daar zit nog iemand, twee mensen van verpleging bij. Weet je, iedereen had kunnen zeggen van, joh, wat jij daar doet, dat is toch wel een beetje raar. Hè? Dat is niet oké. En ik denk dat het genormaliseerd moet worden om mensen te kunnen wijzen op ongepast gedrag. Net als je iemand ziet vechten op straat, dat je ertussen komt en zegt, niet oké, allemaal uit elkaar, even rustig. Dat is hetzelfde, maar met zo'n subtiel seksuele handelingen wordt dat vaak niet gedaan. En ik denk dat dat wel belangrijk is om vrienden of vriendinnen daarop te wijzen van, joh, dat is niet oké. Ik denk dat dat wel voornamelijk is in situaties waarbij de persoon die het uitvoert een ergens hoger staat dan degene die dat bij het wordt gedaan. Want als ik zeg maar, laat ik het zo zeggen van, als ik met een groepje mensen uit zou gaan of zou gaan poelen en ik zie dat een guy bij een chick iets doet, dan zou ik nergens denken van, ik ga er nu niet van wat van zeggen, want dan sta je gelijk aan elkaar. Maar als je dan in zo'n operatiekamer staat en ik zou daar als anesthesist zou ik de medicatie toedienen en ik zie dat, dan denk ik van, dit is dus chirurg. Oké, ik zie niks. Maar daar dat moet is een, je en iets aan zeggen. Het mag misbruiken. Ik heb het ook zo vaak gehad. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld inderdaad, zoals je zegt, een foute dosering van medicatie of zo. Als ik als dokter zeg, geef, ik weet niet, 1000 gram Nurofen of zo. Als een verpleegkundige niet nadenkt en die geeft 1000 gram Nurofen, dat is gewoon achterlijk. Hè? Die had gewoon moeten zeggen, joh, dokter, klopt dat wel? Dat is net hetzelfde als een dokter misplaatst gedrag heeft. Dat is niet goed, hè? Dat is het niet. Daardoor blijft het altijd bestaan. Ik heb het niet over een scenario waarin je meteen diegene erop aanspreekt als het gebeurt. Ja. Want je kan inderdaad, zoals Nessie zegt, ook even zelf bedenkt hebben. Dat je denkt, wat heb ik nou net gezien, weet je wel? En dat je dan thuis komt. Misschien praat je er een paar avonden over met vrienden of familie. En dan denk je aan het eind van de week, goh, ik ga toch even naar een vertrouwenspersoon of een leidinggevende. Ik heb dit eerder deze week meegemaakt. En ik vond niet gepast hoe de arts zo deed tegen zijn stagiaire. Mm. Daar is toch niks mis mee. Je hoeft niet te kijken, want ik snap dat eng is. Als je meteen zegt van, hey, je doet ze even normaal, gast. En dat vind ik dus ook gek aan het hele Voice-verhaal. Ik bedoel, ik snap wel dat dat zo gebeurt. Maar dat je bijvoorbeeld, je hebt daar toch ook allemaal mensen die daar over de vloer lopen. Zoveel bewegende onderdelen. Er zijn dan waarschijnlijk toch een hoop mensen die van iets wisten. Maar dan denk ik, waarom zegt niemand daar dan iets van? Omdat mensen bang zijn hun baan kwijt te raken. Dat is het hele probleem. Het gaat nu natuurlijk begrijpelijk overigens ook over artiesten, media, et cetera. Maar je hebt dit overal. Ik bedoel, hoe vaak hoor je wel niet dat iemand een promotie op het werk heeft gekregen omdat hij even in het kantoor onder het bureau is gaan zitten? Het is een mentaliteitsomslag die op een gegeven moment langzaamaan plaats moet vinden. Dat daar gewoon over gesproken kan en mag worden zonder dat je het gevoel hebt dat je daarmee je baan op het spel zet. Of je kansen in een talentenjacht. Je moet natuurlijk ook jezelf afvragen van, wil ik dan zo graag? Kijk, ik snap wel, als je gewoon... Ik wil niet doen alsof de banen voor het oprapen liggen, hoor. Dus ethiek snap ik heel goed. Maar je moet wel oppassen. Kijk, en ik snap dat het helemaal niet jouw bedoeling is, George. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk om te zeggen van, weet je wel, waarom spreken slachtoffers zich niet sneller uit? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige... Ja, maar dat probeert hij helemaal niet te zeggen. Nee, ik heb het niet zo begrepen. Mensen die zeg maar... Die er omheen staan. Stel, je bent kabels aan het rollen en je ziet Ali B nog een gesprek hebben met een van de deelnemers. Dan zijn de stakes weer heel high, terwijl jouw persoonlijke betrokkenheid weer heel laag is. Dus zeg maar, kijk, als het om jouzelf gaat,
dan ligt die lat al hoog. Laat staan als het helemaal niet om jou gaat. Ik bedoel, stel, jij doet er alles aan om cameraman te worden. En je hebt net je opleiding afgerond. En je mag voor het eerst bij het grootste zaterdagavondprogramma van RTL... mag jij je ding doen. En jij ziet daar iets. Ja, maar het is wel wat Sjors zegt hierover. Een beetje van beide. Maar luister. Je hebt de droom om cameraman te zijn. Maar dan wil je liever een cameraman zijn. Dan dat jij een persoon. Dan neem je daar mee toe. Ja. Dat jij dan ook een persoon bent. Die misbruik niet meldt. Als je dat wil je baan houden, maar wil je wel werken in zo'n omgeving? Nee, want wat is dan, de cameraman? Nee, tuurlijk. Maar ik ben het ook wel met jullie eens. Want ik denk ook dat heel veel cameramensen gewoon waarschijnlijk het wel zouden hebben gemeld. Maar laten we eerlijk wezen. Wat ik net al zei, ik heb daar ook binnengelopen. Het is gewoon een gang met 80 kleedkamers. Het is niet alsof mensen de deur open laten staan als ze even iemand gaan misbruiken, natuurlijk. Dat is niet hoe het. Het kan ook heel makkelijk ontstaan. Marco was toch ook op een barbecue ergens? Ja, dat klopt. Volgens mij was dat de grap juist, toch? Ook? Of nee, het was echt een barbecue. Dat was minderjaar. Tenminste, dat is hoe ik het ook gehoord heb. Met die minderjarige meisje. Ja, of het allemaal. We hebben volgens mij nog helemaal niks. Wordt niet allemaal daarin. De grap was dat hij die barbecues organiseerde. En dat daar dan het op zou gebeuren. Maar er is toch nooit ergens bevestigd dat het daarop is gebeurd. Voordat ergens iets gebeurt. Ik zag trouwens wel vandaag beelden van die Voice Kids barbecue. Waarvan je met de kennis van nu echt denkt. Oh, dat Marco met zijn handen in de haren gaat zitten van zo'n meid en zo. En een beetje zo om zijn. Ja, dat vond ik ook wel raar. Maar ja, goed. Wat was er filmpje? Ja, maar context, hè? Ja, dat is het. Ik bedoel, als je dit 3 jaar geleden had gezien, had je gedacht. Ik denk dat ik het dan. Nou, ik denk dat ik het dan ook wel. Tenminste, ja, het is altijd makkelijker gezegd hoor. Als achteraf, ik denk dat ik het ook wel gek had gevonden. Nee, maar weet je, als je zo'n foto ziet, dan is iedere aanraking ineens. Raar, dan is het ook raar dat jij met minderjarige mensen op Twitch praat. Weet je, dus het is context is key. Mm-hmm. En dat kan ook heel makkelijk ontstaan, hè, zoiets. Dat zo'n. En even van tevoren, geen victim blaming, absoluut niet. Ik ken de situatie niet, we moeten de feiten afwachten. Mm-hmm. Maar dat een deelnemer denkt van, hey, ik, als ik een beetje friendly word met de jurist, dan vergroot dat mijn kansen. Dat is redelijk normaal. En dat het dan voordat je er zelf erg in hebt, te ver gaat en je dan daar niet meer goed bij voelt, maar eigenlijk toch geen nee meer durft te zeggen. Zo'n situatie, dat is gewoon fucking moeilijk. Ja, dat snap ik heel goed hoor. Dat. Maar dus het is ook moeilijk als je dus in zo'n situatie zit en de omgeving van mensen die er misschien wel iets van af zouden kunnen weten, hè, dat die er dus ook zich denken van, ja, not my problem. En dan wordt er misschien een beetje. Want ik bedoel, dit komt ergens vandaan, dit verhaal. Ik bedoel, het is niet dat Ali B. of Marco Borsato of die Jeroen Rietbergen. Nou ja, Jeroen Rietbergen wel zelf dan, I guess. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel geruchten. Die gaan daar over die vloer. Op een gegeven moment weten natuurlijk wel een aantal mensen die op bepaalde plekken zitten, weten er vanaf. En dan is het gewoon gek dat dus voor iedereen die kiezen baan, dan gewoon voor. Die kiezen voor een baan show. En die denken en een show. Maar ook de mensen bovenin, die kiezen. Wij willen gewoon een succesvolle show runnen. Geld. En kost gewoon. En dat kan gewoon, dat, toch? Kan een succesvolle show runnen en wel Ali B en Marco op hun gedrag aanspreken en ze gewoon de laan uitflikkeren. En dan hoef je misschien niet publiekelijk te maken wat ze gedaan hebben. Zeg je gewoon, ja, maar dat is ook hoe zij het hebben. Dat is dus ook hoe zij het hebben gedaan. Want zo hebben ze dus blijkbaar zonder het de laan uitsturen. Maar ze hebben geprobeerd het intern. Kijk, dat is het lastige natuurlijk. Ja, tuurlijk, ik kan begrijpen dat ze het intern willen oplossen. Want dat is beter voor de kijkcijfers. Alleen aan de andere kant, wanneer is het punt dat je zegt, yo, dit is te groot om nog intern te houden. En nu moeten we gewoon. Ja, I don't know. Ja, het is. Het is sowieso moeilijk. Het is en blijft heel lastig. Dus, ik denk echt dat verbetering, niet in de slachtoffers of zo, dat wil ik dus niet zeggen, maar gewoon de omgeving van, als je iets ziet gebeuren en je denkt ook van, ja, mijn baan, maar ja. Ja, wat je zegt, de twee dingen die je zegt, dat gedeelte van, hè, wat is dan in hemelsnaam een baan waard? En het is gewoon niet goed genoeg dat we over sommige dingen zeggen. Kijk, het is niet dat het daarmee opgelost, maar het is niet goed genoeg om te zeggen, dat is nou eenmaal zo en dat gebeurt. Ja. En dat is gewoon niet goed genoeg in heel veel dingen. Dat is ook met, laatst was een vriend van mij die was vreemd gegaan. Binnen zijn relatie. En al de andere kant van die vriendengroep, die zeiden van, ja, het is een maat van mij. En het is niet aan mij om dat te zeggen. Dan zeg ik, ja, dat is gewoon voor mij niet goed genoeg. Nee. Ik,
ik ga dat niet mee in stand lopen houden, dit. Mm. En daar handel je dan naar, zeg maar. Daar is gewoon niet van, omdat mensen maar zeggen van, ja, je houdt elkaar de hand boven het hoofd. Dat is helemaal niet een waarheid of zo die we allemaal moeten aanhangen. Zo werkt het niet. Nee, maar dan moet, om dat te laten werken, moet iedereen zo denken. Niet ja, alleen precies. Jij, nee, maar en Jos, en Shanna, nee, en is... Daniel. Iedereen moet dan zo handelen van, ik zie het, we spreken elkaar erop aan. Ja, als iedereen zo handelt, nou ja. Er moet in ieder geval één iemand tussen zitten die het niet erg vindt om het voorbeeld te zijn. Maar ja, die zet daarmee dus iets op spel. Maar dat is wel, er moet wel een voorbeeld maar zijn. Maar even, ik denk ook wel dat er steeds meer van dat soort mensen zullen zijn. Hè? Ja, dat hoop ik ook. Het is ook, er is ook wel echt wat aan het gebeuren al. Hè? Ja, dat is ook zo. Het gaat misschien niet hard genoeg en zo. En het vervelende ook is dat sommige grote veranderingen gaan over generaties. Hè? Dan moeten we, we moeten helaas zo wachten tot er weer een paar van die oudjes omvallen. Hè? En dan kunnen wij weer vooruit. Zo is het vaak met progressie helaas wel. Wat? Sjors, die hoorde ik, hè. Dat was ik, man. Even tussendoor. Wat? Sorry. Ik zie wel veel geluid in de chat van mensen die het inderdaad, weet je wel, vergeet niet. Hè, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, want je hebt echt, weet je wel, sommige mensen hebben gewoon maar één baan en één carrière en daar hangt alles van af. En, maar wat Jos zegt, dat snap ik ook, maar dat je wel bij jezelf te raden gaat, ik heb liever die... Ik snap dat sommige mensen het echt heel lastig hebben. Dan een anonieme melding of zo, dat je... Dan moet je... Je kiest zo erg voor jezelf... Van ik ga deze baan nemen ten koste van een grote breuk in mijn karakter, zeg maar. Dat moet je dan gewoon doen voor jezelf. En dat zou eigenlijk niemand moeten kunnen. Maar sommige mensen kunnen dat voor zichzelf wel. Zeker als je kan, van hogerop van de Voice. Van we maken liever een show dan dat we inderdaad meteen de alarmbellen allemaal rinkelen. Geldbelangen en dat mensen een baan hebben. Ik snap het en dat is ook zo. Yeah. Maar qua ethiek... En hoe je als persoon moet willen zijn, kan dat toch niet genoeg zijn. En dat is altijd makkelijk praten natuurlijk. En dat is ook die mentaliteit omwisseling die ik net bedoelde. Hè? Maar makkelijk praten. Ik wil niet. Je wilt ten alle tijde niet die persoon zijn. Dat moet dat, het grootste goed zijn. Ja. Nee, maar kijk, dit is het ding. Okay, maar, ik wil echt niet. Het wil het niet goed praten, echt niet. Maar als jij in die wereld zit, waar dat gewoon normaal is, dat mensen niet zeggen of dat gewoon niet een. Kijk, voor ons is het allemaal heel raar dat je dat niet zegt, omdat je denkt, dan zeg je dat toch? Ja, maar als jij in die wereld zit, in die elite wereld met al die mensen die dat allemaal maar een beetje goed vinden, dan is er voor jou op een gegeven moment, dan heb je ook niet meer die realiteit van ik moet dit zeggen, want het is normaal dat het gewoon niet gezegd wordt. En dat met is mensen die mensen die met een sms'je je carrière kunnen beëindigen. Snap je? En wat Daniel bedoelde met dat het een cultuur is die gekweekt wordt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus dat je het dan niet zegt is heel logisch, want je denkt van ja, goed, mijn baan is... Maar wat Casey zegt, vergeet dat niet. Hè. Er zijn, weet je wel, zeker in die mediawereld, zijn inderdaad echt mensen die met één sms'je je hele carrière kunnen beëindigen, die gewoon echt letterlijk gewoon bepalen dat jij je huis moet verkopen door één sms'je te sturen. Dat kan gewoon echt oprecht. Als jij... Ja, bepaalde mensen... Ja, maar dat is tevens... Maar tevens krijg je dan weer de tegenhanger van... Waarom zou je er in hemelsnaam deel van uit willen maken dan op die manier? Omdat je ook je huis moet betalen. Ja, maar als je... Hier kunnen we niet het allergrootste goed zijn. Hier kunnen we uren over doordiscussiëren over hoe, weet je wel... Want ja, in hoeverre vind je dan... Ga je dan je eigen droom afwegen tegen... Nou ja, goed... Ja, voor iedereen anders. Als je dat doet, als je je droom gaat afwegen tegenover dat, dat is al verkeerd. Ja, oké, maar... Ik denk dat bedrijven en zo gewoon een beetje meer gaan moeten inspelen op... Je kan anoniem, zoals Shanna daar juist heeft gezegd... Ja. ook een verschil maken, zonder dat je carrière daaronder moet lijden. Hè? Een vertrouwenspersoon, of anoniem, of een melding ergens maken, een meldpunt. Dat is eigenlijk een beetje waar we naar moeten streven. Hè? En dan kun je zowel bang zijn voor je carrière als een goed persoon zijn. Maar laten we eerlijk wezen, whistleblowers zijn historisch onpopulair. Ja. En de whistleblower maakt niet uit hoe waar het is. Ja. Die is gewoon klaar. En dan moet je inderdaad maar de ballen en de ethische backbone hebben om inderdaad te gaan staan en te zeggen van ja, hey, dit is niet oké. Ik denk dat bijvoorbeeld wat er toen gebeurde met het wielrennen is denk ik wel een vergelijking, toch?
iedereen, zogenaamd iedereen, wist dat er doping was. En er zijn er uiteindelijk maar echt een paar geweest die dat hele schandaal hebben opengebroken. Omdat de anderen werden er of te rijk van, of die hadden weer afhankelijkheidsbanden met mensen die er ook rijk van werden. Maar dan ben je dus eigenlijk gewoon medeplichtig, toch een beetje? Ja, ik bedoel, het is misschien heel zwaar hoor, maar ik vind dat als jij ervan op de hoogte bent en je kiest ervoor om er niks over te zeggen, dan ben je wel... Ja, dan vind ik niet terecht dat je dan, als het wel een keer aan het licht komt en jij hebt je handen ervan afgehouden en je zegt, ja, dat vind ik heel slecht hoe ze dat gedaan hebben. Ben ik ook met je eens. Dat vind ik ook hypocriet. Alleen, ik denk wel dat het natuurlijk, dat vind ik meer dat we dat, zeg maar, de mediaorganisaties, de werkgevers en zo, die moeten we dat aanrekenen. Van, jij wist ervan, je had beter moeten weten. Maar ik vind niet dat wij de schoonmaker die voor 12,50 per uur daar de set komt schoonmaken, kunnen aanrekenen dat hij niet heeft gezegd dat er ergens een gebruikt condoom in een kleedkamer lag. Snap je wat ik bedoel? Het is wel een beetje, moet het wel hoger opspelen dan... Want je weet, zo'n schoonmaker gaat niet zijn hele carrière op het spel zetten. En wie gaat hem geloven als hij zegt, ja, Ali B heeft hier foute dingen gedaan, bij wijze van. Nee, maar dat is ook niet helemaal het ding wat net benoemd werd. Het is meer voor de persoon zelf als schoonmaker. Niet van, als schoonmaker ga ik hier een groot verschil maken. Voor jezelf moet je zeggen van, ik ga hier niet mee leven. Dat kan ik niet. Ik ga er niet voor kiezen om die persoon te zijn. Oké, maar goed. Nu vallen we in herhaling, want dat is helder. Ja, jij vindt het een moralistische kwestie. Je moet niet zo willen zijn. En de rest zegt ja. Wat ben je anders als persoon waard? Ik vind überhaupt ook die mensen bijvoorbeeld, die mannen die zeg maar deze deze power dynamics en machtsmisbruik gebruiken om seks te krijgen. Dan ben je zo klein. Want wat is die seks überhaupt waard dan? Dat is toch niks? Maar het lijkt me in ieder geval duidelijk van, zeg maar, als we echt verandering willen, is dat wel het makkelijkste gebied. En dan snap ik dat het nog steeds heel moeilijk is, maar dat is denk ik wel, want kijk, slachtoffers zal altijd heel moeilijk blijven, denk ik, om daarvoor uit te komen. En dat opeens iedereen stopt met mensen misbruiken, dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Zullen altijd wel van dat soort figuren rond blijven lopen. Dus een gebied waar je het meest kan winnen, natuurlijk, anoniem, maar überhaupt gewoon dus, als je ergens iets van weet, zorg dat het ergens terecht komt waar mensen er iets mee kunnen of zo. Zodat jij in ieder geval... Als wij nou doen, ik begin morgen in Vlaanderen te bellen naar alle ziekenhuizen, jij in Wallonië, en dan gaan we gewoon alle artsen daar dichten van seksueel misbruik. Dan pakken we allemaal bij. Hij kent hem hoor, hij kent hem gewoon. Beetje grappen. Ah, dat is oké. Okay, ja. Nou ja, goed. Donderdag is dus de uitzending van Boos. Dan gaan we zien of er nog meer is. Ik hoop eigenlijk dat er nog meer is en dat ze niet stiekem al het kruid nu al hebben verschoten. Nou, je moet ook nog een talkshow vullen natuurlijk. Daarom. Ik bedoel, aankomende zondag moeten we gewoon weer iets hebben om het over te hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat er nog meer namen gaan lekken. Nee, maar uiteraard. Ik bedoel, het is heel treurig dat het allemaal heeft kunnen gebeuren. Alleen we gaan het zien hoe heftig het is en of er koppen gaan rollen. Tot slot één ding wat ik er nog over wil weten. Denken jullie dat The Voice nog terug kan keren? Nee. Ik denk dat het wel raar is. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Zo'n groot programma. The Voice is zo'n naam. Zo, ik bedoel, hoeveel schandalen zijn er wel niet geweest? Waar na enige tijd de publieksopinie het vergeten is en het veranderd is en het gewoon weer opnieuw opstart. Ja, maar wie worden dan de juryleden, jongens? Ja, nieuwe mensen. Kijken dan. Dat kan. Ja, de Voice Kids. Ja. Maar het programma zelf is niet wat het fout heeft gedaan. Ja, maar dat ligt er een beetje aan. Toch wel. Ja, precies. Daniel zei in hoeverre het bewezen wordt wat ze allemaal er al van wisten. Hoe diep gaat de Voice in? Want dan kan het inderdaad, dan moet het volledig op de schop. Maar anders inderdaad, als het echt kan blijven en dat kan worden aangetoond, hoe naïef dat ook is, bij het zijn een paar rotte appels in de jury, ja, dan gooi je ze eruit en dan zet je iemand anders in die draaiende stoelen. Dat is niet hoe het werkt, want kijk wat er met Blizzard gebeurt, met mensen die World of Warcraft subscription opzeggen, weet je wel. Mensen gaan gewoon, ik denk dat het echt niet meer kan. Er zal altijd een vieze nasmaak blijven zodra mensen The Voice horen. Zodra je dan The Voice hoort, kan je altijd terugdenken aan dit schandaal, aan dit en dat. En ik denk, misschien dat het dan wel terugkomt, maar met een andere naam, iets ander format, maar wel een talentshow. Gewoon Idols of X Factor, trekken ze dat weer uit de kast, toch? Ik denk dat er gewoon even tijd overheen moet gaan. Dat het waarschijnlijk nu even twee seizoenen of een paar seizoenen gaan ze het niet doen en dan komt het in één keer weer terug en dan wordt het nog een paar grapjes over gemaakt, maar dan uiteindelijk is het gewoon weer... Ik denk dat ze nu stoppen...
Ik denk dat als ze nu stoppen, dat het niet meer terugkomt. Ik denk dat als ze nu heel veel tijd overheen gaat en dan komt het terug, dan is het een grotere deal dan... Nou, ik denk dat er sowieso heel veel tijd overheen gaat. Want aflevering 3, die zeg maar uitgezonden moest worden, de eerstvolgende die op tv zou komen, die stond helemaal in het teken van Jeroen Rietbergen, de megapianist van The Voice. Dus die kan denk ik sowieso niet meer. Wat zuur. Wat zuur. Ja. Maar K3 zit daar toch ook in? Of niet? K3 zit toch in The Voice? Nee, volgens mij laten we dat even gescheiden houden. K2 zoekt K3. Was dat K3 is weer compleet en die zit zoals nu volgens mij in The Voice Kids. En dus ik echt uitkijken, hallo. Maar zitten die dan met z'n drieën op een bank? Draaien die z'n drieën? Zitten die in drie stoelen? Nee, op één stoel met z'n drietjes. Ja, precies. Ja, dat wil ik ook wel zien, denk ik. Ja, dat vond ik zo leuk. Gert in het midden of Fij dan niet? Nee. Ja. Nou ja, K3 is wel Nederlands ook trouwens. Het chat zegt allemaal, nee, dat is België. Maar er zit gewoon een Nederlander ook. Dat is ook Nederlands nu. Ik weet alles van K3, jongens. Ik ben is K3 niet van Studio 100? En is dat is niet van Studio 100. Het is Belgisch als het merk. En die Nederlanders zitten maar weer te koloniseren. Daar gaan we weer. Het is van ons. Het is van ons. Nu komt het echte onderwerp. Go. Verander de titel. Is K3 van Nederland of van België? Twee derde van ons en een derde van jullie. Nessie, ik heb nog een goed drugsonderwerp voor je. Want vandaag in de krant. Keta kan revolutionair middel zijn tegen depressie. Maar er zijn ook zorgen. Want er zijn nu artsen die zeggen, ja luister, dat werkt eigenlijk op zich best goed. Keta en MDMA tegen depressie. Er zijn veelbelovende resultaten. Maar voordat iedereen dat zeg maar in zijn eigen keuken gaat proberen, moet er meer onderzoek naar worden gedaan. Ja. Delen, George. Maar gaat het niet over microdoseren dan? Ah ja, ik ging net zeggen, het hangt echt af van de dosering. Je gaat niet de ketamine-doseringen pakken die wij bijvoorbeeld geven om slaap te induceren of om trucjes te induceren of ik weet niet wat. Dus dat gaat echt om kleine doseringen die ervoor zorgen dat bepaalde neurotransmitters vrijkomen en dat je een beetje beter voelt. Hè? Dus daar gaat het inderdaad om. En ik denk dat dat met alles zo is in de geneeskunde, dat je meer onderzoek nodig hebt en meer testresultaten nodig hebt om te kunnen bekijken wat voor effect dat heeft op lange termijn. Ketamine wordt nog niet zo gebruikt. Voor de blaas ook heel funest, toch? Veel ketamine gebruik voor de blaas. Dat daar veel problemen mee zijn. Ik ga niet helemaal uitleggen hoe dat het werkt, maar inderdaad, je kunt daar een globus van krijgen. Hè? Dus dat zijn moeilijkheden met plassen en dat is echt heel pijnlijk. Dat moet je niet hebben. Ah, joh, kathetertje. Jezus, hou het. Heb je als een katheter in je fiets gehad? Laatst nog. Oh. Alles wat ik nu hoor. Dat is zo vreselijk. Hè? En dan als je eruit is, dan heb je gewoon constant het gevoel dat hij er nog in zit. En dan moet je ook alleen maar plassen en dat brandt. Waarom weet je dit? Gek. Ik heb het net gehad, 2 maanden terug. Ik ben geopereerd aan mijn voet en toen kreeg ik ook een katheter omdat ik een ruggenprik had. Dus ja. Okay. Ja, en dan zitten ze gewoon, hij mag eruit en is het gewoon Maar wacht, je zegt nu dat je een ruggenprik hebt gehad? Ja. Maar ik heb ook, maar hoe lang heb je een ruggenprik gehad? Maar verdoving. Niet voor de bevalling hoor, maar... soms doen ze dat wel, soms doen ze dat niet. Maar dat ligt eraan volgens mij hoeveel vocht je nog in je blaas hebt zitten of iets. Ik was op dat moment... Ik heb ook een ruggeprik gehad, maar mij zeiden ze wel van zorg dat je blaas helemaal leeg is voordat je... Ja. Ik heb twee gehad. Eerste keer wel, eerste keer geen katheter, tweede keer wel. En de tweede keer was super, dat echt wel... Zou ook mooi zijn als Jos er nu achterkomt dat ze katheter er nog in zit. Oh, kut. Oh, dat hoorde helemaal niet, joh. Ik dacht, dat zijn bijwerkingen. Oh, makkelijk tijdens het streamen. Het lijkt me zo naar een katheter. Ik wil er niet aan denken. Nou, ik heb een paar jaar geleden in het ziekenhuis gelegen. En ik had geen gevoel meer in mijn hele onderlichaam. 3 weken in het ziekenhuis gelegen ongeveer. En toen kwamen ze ook continu... Ja, ik weet niet meer hoe het heet. Ik weet wel dat het op een aflevering van House op een gegeven moment nog voor is gekomen. Dus het was niet heel veel voorkomend. Loopers, want dat is bij House altijd. Ja, precies, dat is standaard. Nee, maar... Maar ze kwamen regelmatig met een bladder scan. Inderdaad, gewoon meten hoeveel erin zit. Nou ja, ik drink tering veel. Hier drink ik er makkelijk 4 van op een avond, zeg maar. Voordat ik überhaupt een keer naar het toilet ga. Dus ze zegt op een gegeven moment, ja, dit is te veel, we moeten een katheter aan gaan leggen. En ik denk echt van, ja, no way. Maar ik had
geen je gevoel. Had geen gevoel. Dat ja, maakt lekker. Het ook lastig. En ja. Ik heb sowieso wel een sterke blaas. Dus ik, nou, op het toilet persen, joh. Niet normaal. Uiteindelijk gelukt. Dus ik hoefde geen katheter. En ik ben nu blij ook. Nu kunt het verhaal van langs hoor. Holy shit. Wat een prachtig verhaal weer over de capaciteiten van het menselijk kunnen. Ik had een virusinfectie in mijn ruggenwervel gedoe. Oh. En daardoor waren de zenuwen waren, allemaal ja, geïrriteerd, opgezweld tot 2 keer de normale ruimte. Of de dikte en zo. Ik ben eens even snel wat wetenschappelijke artikels open aan het zetten over ketamine. En eigenlijk, de reden waarom dat ze dat willen introduceren is als je gewone antidepressiva neemt, duurt dat vaak 6 weken voordat je daar effect van krijgt. En ketamine zou veel sneller werken. Dus zou daardoor dus beter. Maar er zijn veel Nederlanders die dat al wisten, hoor. Dat sneller, ja. dat sneller werkt. Ik heb me ook allemaal ingeschreven voor die studies. Ik ben de testwales. Ik vraag me af wat de zorgen zijn. Want ik vind dit soort dingen altijd wel heel positief. Dat er mensen zijn die er onderzoek naar doen. Naar alternatieve manieren om met geestelijke gezondheid bezig te zijn. Zeg maar. Wat het een beetje is volgens mij, is ook wel een beetje het stigma. Dus omdat het zeg maar in de boeken staat als drugs. Daardoor willen heel veel instanties willen er geen geld of onderzoek insteken. En daardoor blijft het een beetje in zo'n soort experimentele fase. Waarbij zeg maar mensen er wel experimenten mee doen, maar er niet echt goed onderzoek naar wordt gedaan. En daarom zeggen artsen nu van... Ik denk dat het juist heel goed is. De zorgen zijn niet voor je gezondheid, zeg maar. Nee, de zorgen zijn gewoon over de onbekendheden. Laten we eerlijk wezen. Sommige van deze dingen kun je klassificeren als een medicijn. Net als andere medicijnen. Alleen ja, nu staat dit onder het kopje drugs. En andere dingen staan onder het kopje medicijnen. En drugs vinden mensen dat eng. Dat is gewoon beslist. Ja. Zeg maar. Dat is op basis van niks. Ja, ik denk dat het een stuk alleen is ook gewoon speed. Oh, sorry. Ja, voor een stuk wel. Maar ja. er is veel meer ervaring mee, dus dat wordt al veel langer gebruikt. Dus dokters zijn vaker gewoon meer... Ja, het is een beetje practice-based, hè. Dus ze gebruiken dat meer, ze kennen dat. Ze weten wat de neveneffecten zijn. En met alles wat dat nieuw is, dat is altijd een beetje iffy. Want ketamine is ook een hele goede inducer voor kinderen snel in slaap te doen, om daar snel procedures bij te doen. Dat geloof heel ik. Heel veel. Maar heel veel kinderen zijn daar bang van en die gebruiken dat niet, hè. Terwijl dat echt zo goed is, omdat dat snel werkt en snel uitwerkt en eigenlijk geen neveneffecten. Als jij kinderen krijgt, gewoon op de keta. Dat ze vroeger als ze tandjes kregen, dat je zo'n glaasje, whisky. Zo'n klein beetje whisky. Whisky en tegenwoordig geven ouders gewoon hier jokken en dan met de pinpas. Ja. Kom eens hier. Ik kijk gewoon allemaal woorden in mijn mond. Maar ik moet wel zeggen, een medische professional heeft tegen mij gezegd. Ja. 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 Ik kom er niet zo'n artikel uit. Het vaderschap volgens Marco Borsato. Nee, ik vind het wel heel boeiend. Want het is, je ziet ook dat ze steeds meer onderzoek doen naar microdosering met andere dingen, zoals LSD. Of ik microdoseer zelf paddo's al 1,5 jaar of zo. Die ik gewoon kweek. Dat is vaak chill. En dat werkt gewoon vet goed tegen mijn ADD. In plaats van Ritalin, waar ik gewoon heel slechte ervaring mee heb. Dat ik gewoon aankom en geen honger heb en niet kan slapen. En dat soort shit. Terwijl gewoon psilocybine in microdoseringen heel goed werkt. Mm-hmm. Maar het heeft een stigma en het heeft een soort van fobie voor heel veel mensen. Fobie, hoe zeg je dat? Taboe. Taboe, ja. Ik denk ook juist dat het heel goed is dat dit... door medische mensen wordt ingezet. Mm-hmm. Juist omdat het dan veilig is. Mm-hmm. En niet dat mensen het gaan proberen omdat ze dat nu hebben gehoord en willen het proberen. Maar dat is met alle soorten drugs, toch? Ja, precies. En daarom denk ik dat het heel goed is dat als dit echt helpt tegen depressie, dat er juist veel onderzoek nu naar gedaan wordt. Ja, maar je hoort nooit van die studies. Het mag weer, geloof ik. Vooral met psychedelische drugs mag het pas sinds 10 jaar of zo weer. Mag je daar pas weer onderzoek naar doen. Mm-hmm. Het is ook heel lang echt verboden geweest, omdat het gewoon op de opiumlijst staat. Dus dan, ik vind het goed dat het een beetje doorbroken wordt nu. Want ik denk dat er wel heel veel in zit. In plaats van, zeg maar, hoe westerse medicijnen werken, is dat je het slechte bestrijdt. En hoe dit soort dingen werken, is dat je het goede ondersteunt vaak. Mm-hmm. Met alternatieve
Het is voor een stuk, denk ik, ook wat te maken met de geschiedenis. Hè? De whole war on drugs, war on opioids en al dat gedoe. Hè? Daarmee is er heel veel angst rond die dingen gekomen. En ik denk echt dat zeker de toekomst is. Hè? Bedoel, cannabisolie wordt ook gebruikt voor zeer ernstige epilepsie en zo te kunnen behandelen. Voor pijnsyndromen, palliatieve zorg, weet je. Er zit wel wat in de pipeline, maar het heeft... Ja, financiële backing nodig en ook mensen die zich daarmee willen bezighouden. Dus het is zeker goed. Ja. Nou, dat is wel... Ja, zolang het uiteindelijk maar de vrucht afwerpt, want momenteel, ik krijg geen ketamine, ik krijg gewoon een dom werkboekje mee van de psycholoog, dus ik bedoel, dat helpt ook niet echt, dus... Nou, Kenzie, als je ooit paddo's wil doen... Ja, ik kan die wel bellen. Ik heb ook nog wel, als je van het weekend druk, Kenzie, want dan gaan we eens even wat... Okay. Zullen we eens wat experimenten? Nee, joh, zijn wel prima, joh. Ik heb nog een paar dingetjes, bijvoorbeeld nieuws over natuurlijk de beste businesswoman van Twitter. Hè, Amorant, die heeft nu weer een nieuwe business venture. Die heeft ze heeft een bedrijf gekocht wat opblaasbeesten maakt voor in zwembaden. Oh. kom ze dan net niet te laat mee? Maar de meta is voorbij. Die alleen heeft tankstations en zo. Die heeft echt alles. Die geld zit overal. Maar dat is toch allemaal een belastingding, zeg maar. Dat hebben we laatst in die andere talk show over dat tankstation ook gehad. Van dat is heel slim, omdat je er dus... geld eigenlijk mee maakt, omdat je minder belasting betaalt. En dan, ja, want wat ze doet is dus ze investeert zelf iets van 7 miljoen. Ze leent er nog een keer 7 miljoen bij. En daardoor mag je 15 miljoen van de belasting aftrekken. Ook al heb je maar eigenlijk 7 miljoen uitgegeven. En zo, levert je dat belastingaftrek op. Maar uiteindelijk, ja, er worden ook gewoon opblaasbeesten verkocht. En dat levert ook geld op. En, slim. Queen of business. Zou het niet ook gewoon specifiek zo uitgekozen zijn? Juist om zo weer onder de aandacht te komen. Van ja, Amorant. Ja. Yeah. Ik denk dat het een hele bewuste keuze is geweest. Ja, maar ik vraag me af of zij dat zelf doet. Of dat er iets van een marketingteam achter zit. Of een guy die gewoon... Er zit sowieso een team achter. Als je zoveel geld hebt, dan heb je sowieso... Je hebt sowieso altijd een financieel adviseur op dat level. Want je kan zelf op een gegeven moment niet meer emotieloos denken. Hebben jullie die docu gezien waar we het laatst over hadden? Ja, die Vice-docu van een half uurtje over haar? Ja, dat was... het is echt bizar om te zien. Gewoon 1,5 miljoen, hè, per maand. Of... Ja, maar even los van dat. Wat bij mij vooral bleef hangen is... Ja, tuurlijk, ze is succesvol en ze heeft een imperium. Maar wat bij mij bleef hangen is gewoon van... Jezus, die chick is wel fucked up in haar hoofd. En het wordt niet minder zolang ze dit blijft doen, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Nou, gewoon dat het uiteindelijk... Dat je merkt dat... Ze zit heel erg in die bubbel, toch? Dus dit is haar hele leven is live zijn en op een ding zitten en daar dan namen op schrijven. En je merkt dus ook dat zeg maar alles in die space wat ook maar een beetje invloed op haar heeft, kan ook haar hele leven omver werpen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus zij kan op basis van iets wat er op livestream veel staat, kan zij 2 kutweken hebben, zeg maar. Dat ik denk van, ze zit er zo diep in dat het is alles wat ze... Ik denk dat als morgen haar Twitch-kanaal geband wordt, dan zou ik haar serieus on suicide watch zetten, zeg maar. Dat bedoel ik. Maar hoezo is dat alleen... Want dat is toch bij heel veel streamers die van streamen hun baan hebben. Is dat bij haar echt zo anders? Nou, ik heb dan bijvoorbeeld, als ik het vergelijk met een Sodapop, en heb ik het idee van, die kiest er ook af en toe wel eens voor om gewoon 2 maanden niet live te zijn en gewoon zijn leven te leiden en met zijn vrienden te zijn. En ik bedoel, niks. Ik zeg dit niet als een soort aanval op haar, hè, maar van. Yo, ik heb wel het idee dat ze zichzelf wel echt. Ze gaat over een bepaalde grens heen. Om nu dat succes te hebben. Omdat ze weet van ik moet het nu doen en dan mijn pensioen veiligstellen. Maar ik hoop gewoon dat tegen de tijd dat ze helemaal met pensioen gaat, dat ze niet helemaal gillend gek geworden is. Dat meer, zeg maar. Maar ook alleen maar hoe die ruimte al. Ja, zeg het maar. Is dit ook in die documentaire? Wordt er ook iets gezegd over wat ze eigenlijk wil doen? En waarom met paarden, toch? Ja, daar heb ik al een paar keer horen zeggen dat ze heel graag iets met dieren wil gaan doen. Maar dat ze dat nu niet kan, omdat ze iedere keer als ze ergens heen gaat, zeg maar in real life streams, dan wordt ze eigenlijk, de politie wordt gebeld, ze wordt lastiggevallen en alles. Dus dat kan ze nu niet doen, maar haar droom is eigenlijk gewoon om dierenasiel te helpen en dat te doen op stream. En daarom probeert ze nu zoveel mogelijk geld, dus dat ze daar straks niet meer over na hoeft denken dat ze dat kan gaan doen. Dan dacht ik echt, wauw, dat had ik echt niet verwacht als je zo haar stream ziet, dat erachter zit. Dat vond ik zo... Ja, maar langs de andere kant denk ik ook, als je 7 miljoen hebt om een opblaasbaar badspeelgoedbedrijf te kopen en dan nog die 7 miljoen kunt lenen bij de bank,
dan kun jij een dierenasiel... Je hoeft niks alleen al. Ja, okay. Ja. Die kan dat. Ja, ook wel verslaving is. Ja, wel, dat is een beetje het ding. En dat is waar Dania op doelt. Want zij heeft niet zo lang geleden, ik denk vorig jaar of zo, op Devin Nash gezeten. Waarbij dat ze eigenlijk bijna in tranen toe aan het vertellen was hoe erg dat ze het vindt dat ze niet groeit qua average viewers. En ik dacht, waarom heb je dat nodig? Dat is toch... Ik denk je bent letterlijk maar dat bedoel ik met dat het er langzaam is, het wel met haar psyche aan het fokken, zeg maar. Al dus dat soort dingen. Maar sowieso, dat is het werk met social media. Iedereen gewoon. Dat, hoe groot je bent, je houdt dat. Je bent nooit... Eigenlijk is als je social media doet, is het nooit goed. Als jij, weet ik het... 20.000 kijkers heb, dan denk je een half jaar of misschien korter, denk je, oh wat fijn dit. En als het op een gegeven moment normaal begint te worden, denk je van ja, ik wil er nu wel even meer weer. Dat stopt niet. Dat is echt, geloof me, je denkt dat stopt, maar dat gaat niet stoppen. Mm, ik heb het gezien met mijn YouTube. Ik was in het begin 10.000 weergaven. Wow, yo. Als ik er 100.000 heb, dan is het echt helemaal top. En dan had ik er 100.000 en dan dacht Endgame, ik van, what the fuck, ik wil veel meer. En herkenbaar. Je denkt echt, het gaat stoppen, maar het gaat niet stoppen. Ik had bij Twitch partner worden. Ik denk, nou, als ik eenmaal partner ben... Want in die aanloop naar partner was ik echt een beetje aan het kijken van... Oh, bijna 75 gemiddeld, het gaat lukken. En ik denk, als ik partner ben, dan boeit me echt helemaal geen zak meer. Maar ja, dan wordt het erger. Nu zit je toch hier en nu denk ik toch ook soms... als ik de statistieken terugkrijg, ik denk... Ja, maar dan ga je er juist meer op letten. Want dan ben je partner en je gaat ook nadenken van... deze game wel streamen, deze game moet ik niet streamen. Dit kan ik wel doen, dit kan ik niet doen. Hoe meer je met social media bezig bent, hoe meer met je mind fuckt... hoe meer doelen je voor jezelf stelt. En als op Instagram één foto 100 likes minder krijgt dan de andere... dan ga je al aan jezelf twijfelen, heb ik het verkeerd gedaan? En het is echt het fuck met je hoofd. Ja, en ik kan me voorstellen met een Amorant... die wat dan zo'n miljoenenbusiness ermee heeft... zodra, weet je wel, je gaat van 15.000 kijkers naar 12.000 kijkers... tot je dan meteen lichtelijk in paniek begint te raken. En maar zij heeft ook heel veel te bewijzen. Omdat ze dus de hele tijd zo negatief in de social media komt... met hoe ze het doet. En ik denk dat ze ook echt het gevoel heeft dat ze zich moet bewijzen... dat ze nog beter kan doen dan nu. Nog beter aan oren kan likken. Of... Maar Netflix kijken. Maar als zij gewoon een goede stabiele basis heeft met familie en vrienden om zich heen, die een beetje haar vangnet zijn. En ze ja, maar zij, heeft, zij is, dat is ook wat er in die documentaire werd geschetst. Zij zit daar helemaal geïsoleerd in een soort streamruimte waar ze ook woont. Dat is helemaal... Als een soort, je hebt Euro Disney ingericht, zo ziet het een beetje uit. Je loopt van scène naar scène in die ruimte. Ja. Het is gewoon, het voelt het gewoon als een kunstmatig bestaan. Of niet meer? Ze heeft toch een man? Zij is getrouwd. Nou, dat zijn allemaal roddels. Hè. Zelf zegt ze daar niks over. Maar roddels gaan natuurlijk niet. Dan raakt ze de helft van het publiek kwijt. Maar zij streamt toch iets van 12 uur, 7 dagen per week? Ja, ze streamt belachelijk veel. Veel partnerruimte... Maar nog heel even kijken, ik kan me natuurlijk wel voorstellen... jullie zeggen van ja, wat moet ze nou nog bereiken, hoezo? Alleen, ja, zij gaat zich natuurlijk vergelijken met onrealistisch... dus zij vergelijkt zich met een XQC, weet je wel... met de mannelijke streamers die gewoon andere dingen zitten doen... en denkt, ja, hoezo heb ik niet 100.000 viewers tegelijkertijd? Dus ze is gewoon op jacht naar een soort groei... die er misschien ook wel helemaal niet meer in zit. Maar dat geldt toch op ieder niveau en niet eens alleen streamen, maar alles waar je je hele ziel en zaligheid in kwijt kan, zeg maar. Dan voel je je toch ook gewoon zwaar kut op het moment dat het niet gaat zoals jij verwacht dat het gaat. En dan dat heeft volgens mij niet met aantallen te maken. Nee, klopt. Nee. Ja. Zeker waar. En het is ook daarom is het denk ik altijd... Ik bedoel, het is net dat zeg maar 5000 followers jouw horizon is. Zo van daar wil ik komen. Maar hoe meer je er naartoe loopt, die horizon verschuift gewoon. En je krijgt ook hoe hoger je komt in hoeveel je verdient. Krijg je ook vrienden die rijk zijn, die weet ik veel. En dan zie je dat die vrienden dan een vette auto hebben gekocht. Denk, ja, dat wil ik ook. Terwijl eigenlijk 10 jaar terug had je andere vrienden met ander budget. Waarbij dat helemaal niet normaal was. Dus je gaat ook leven naar... wat je verdient. Dus op een gegeven moment moet je ook wel zo blijven om je eigen leven te kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Nou, maar eerlijk, ik herken het wel hoor. Bij iedere major milestone die ik met mijn stream heb bereikt op verschillende fronten, zou je denken, oh, dan voel je je fucking goed na zo'n stream. Ik lig half depressief in mijn bed te denken van, hoe ga ik dit in godsnaam ooit overtreffen? Oh ja. Dan moet je wat ketamine voor gebruiken, heb ik net gehoord. Nee, maar dit is echt zo. En toch, nou, maar keer op keer lukt het ook wel weer.
Mm. Toen ik mijn 15e Rolex kocht, voelde ik me ook even een beetje kut, hoor. Dacht ik, ja. Komt die man met een flex, hoor. Dat was een geintje, natuurlijk. Ik zou nooit een Rolex kopen. Het was al bij mijn 10e. Het was Hij heeft de 14, dat is het. Ik wil nog iets vragen. Ik weet niet of er nog ruimte voor is, Daniel. Is er nog... Want ik denk, wat mij misschien handig leek, dus dat ik er recentelijk aan te denken, is om misschien een beetje wat meer streamen. Want dat werd net gezegd, hè, Amaranth zit te streamen in het huis ook waar ze woont. En misschien ook in de slaapkamer. Ik weet even niet zo goed wat Amaranth's setup is, hoor. Maar goed, in ieder geval, stream bij de thuis. Is het niet verstandiger dat streamers vaker misschien een soort kantoor hiervoor regelen? Zoals Morrel heeft, weet je wel? Dat je gewoon een plek los hebt. Moet je wel een budget voor hebben. Zouden jullie dat, als je het budget ervoor hebt, zouden jullie dat willen? Of zeg je juist, ik vind het fijn dat het bij mij direct is? Ik heb dat eigenlijk nu. Ik ook. Maar ik vind dat helemaal niet ideaal. En ik kan ook echt niet wachten om hier... Ik ga hier binnenkort ook uit. En ik kan ook niet wachten om weer... Jij zit nu in een kantoortje buiten je huis, zeg maar, als het ware. Ja. Maar dat is gewoon, dat is echt financieel niet ideaal. En het is ook niet fijn dat ik heb de hele tijd geen eten. Ja. Je ziet ook echt... Ah, Zweden. Struggles. Ik heb de hele tijd geen eten. Dan zet je toch wel naar bed. Dan zet je er toch een kastje neer voor het eten. Ik bedoel... Ja, nee, maar het is, ik heb heel erg zin om gewoon lekker... vanuit de slaapkamer weer te streamen. En ook sowieso financieel is het gewoon veel beter. En ik denk ook dat dat meer een levensstijl wordt. Want ik denk van voor fulltime streamers is het ook meer een levensstijl... dan dat het echt een job is. Want je bent niet klaar als je stream offline gaat. Je bent nooit klaar. Je kan altijd iets doen. Dat ligt wel persoon afhankelijk, hoor. Dat is niet helemaal waar. Ik zou het wel fijn vinden, maar niet heel ver van mijn huis of zo. Nee. Ja. Nee, rijden. Maar gewoon als jij, weet ik veel, aan het einde van de straat ergens een hockey kan huren... Of in je achtertuin een schuur kan bouwen waar je dat doet of zo, weet je wel. Dat lijkt me wel heel schuur, fijn. Ja, een schuur in de tuin lijkt wel, ja. Maar, maar er echt naar je werk gaan, ik weet niet, ik vind dat... Maar juist wat jij zegt, Ariane, want jij zegt je kan elke keer wel iets doen. Maar je moet dat juist een beetje stoppen, toch? Je moet eigenlijk iets hebben dat je zegt, ik gooi nu de deur dicht en ik ga pas dus morgen weer verder met streamen. Dat is wel waarom ik deze ruimte ook heb, maar... Ja. Dat werkt gewoon niet voor mij. Als jij fulltime fulltime content creator bent, of het nou streamen is, YouTube, TikTok, dan kan je niet. Je kan niet stoppen en dat is bijna niet mogelijk. Ja. Dat is, maar ik denk dat het meer een levensstijl moet zijn in plaats van een baan. Ik denk dat voor onze sanity en ook voor die van Amaranth lijkt me dat een goede oplossing, toch? Je kunt het ook, maar ik snap niet, waarom je het niet gewoon als werk kan zien. Waarom kan dat niet? Maar kijk, je moet het zo zien, hè. Als jij bij een baas werkt en jouw baas appt jou 's avonds van dit gebeurt er nu, dan is de drang zo veel minder hoog om te zeggen van ik ga er nu naar kijken, want ik kan ook morgen doen. En als jij zeg maar op je telefoon scrollt en je ziet iemand een of andere viral TikTok post, dan denk je van die kan ik ook maken, dan is de drang zoveel hoger om dat direct te doen. Maar dat is wat hoe jij ermee omgaat, maar ik... mijn enige inkomen is ook van Twitch. Nou, ik zet mijn stream uit en Twitch is voor mij werk. Dat is niet mijn leven, dat is niet mijn bestaan. He, ik begeef me niet, ik kom soms wel eens een keer in een kanaal van iemand kijken of zo. Maar zo zie ik dit helemaal niet. Kijk, als je inderdaad naar met de allergrootste mee wilt draaien... of constante nodeloze groei wilt nastreven... dan moet je het zo behandelen, maar... Ik denk dat er een goede tussenweg is ook. En ik denk dat... Want wat ik wel heel erg heb, is dat ik heel strak schema heb. Ik word dat tijdstip wakker en dan heb ik tot dan niks. En dan begint het werk. Dus dan van 9 uur 's ochtends begint... Of 10 uur 's ochtends begint dan het werk. En dan ga ik dit dan doen en dit is dan gepland. En dit is dan gepland. En het zit helemaal vol, maar het zit ook... Dan om 11 uur 's avonds ben ik ook gewoon klaar. En dan is het weer... Dus het is wel werk, maar ik denk dat het vooral heel fijn is... dat ik straks gewoon lekker thuis, waar ik ook slaap... lekker aan het werk ben. Omdat ik dan niet de hele tijd heen en weer hoef. Of offline moet sneller. Terwijl ik dat hangt van de locatie af natuurlijk. Maar ik stream bijvoorbeeld drie dagen per week... En ik ben 7 dagen per week bezig voor mijn stream. En de community. En alles wat er omheen komt kijken. Dus ik begrijp wel dat wat er gezegd wordt. Ja, maar dat wil je ook, toch? Dat wil je dan. Ja, absoluut. Nou, dan is maar toch, je niet is altijd. Het probleem. Nou ja, ik wil echt niet altijd dat ik eraan denk of ermee bezig ben.
Maar je wilt wel die groei en die alles zorgen dat allemaal gaat lopen. Ja, maar dan heb je dat gewoon heel hoog in het vaandel staan. En ja, dan neem je dat de rest ook maar. Maar dan is er ook niet echt een grond voor klachten. Hè? Want je weet duidelijk wat je aan het doen bent. Ik moest ook niet klagen. Nee, ik zeg alleen, er zijn gewoon mensen die daar wel gewoon mee bezig zijn. En ja, klagen. Het is toch op zich best vervelend dat je s'avonds denkt van ik ga even lekker film kijken. En je komt er nu maar, omdat je dat zo graag wil, in je hoofd herinnerd worden dat er allemaal mensen nu bezig zijn met iets wat jij niet aan het doen bent. Ja, dat is wel gewoon. En dan kan je zeggen van ja, dan moet je er gewoon niet aan denken. Maar ja, als je iets zo graag wil... Dat zeg ik. Je telefoon en als je dan op je telefoon op Instagram een DM krijgt van een kijker of en op Discord, weet ik het. En ja, het gaat altijd door. Vol mee. Ja. 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 Maar ik vind het ook wel, chapeau, jij zegt als ik mijn stream uitdoe, dan is het klaar en dit is mijn werk. Maar ik vind het wel interessant dat je dan hier nu ook bent om half twaalf. Nou, dan is dit. Oh ja, maar ik vind dit hartstikke leuk. Ja, maar dat is dus... Dat is dus het ding. Ja. Ik zou eigenlijk vanavond streamen. En dan dat zie ik dit gewoon als een soort... nu vul ik de tijd ook voor mijn kijkers. Ja, maar dat is het dus. Precies. En als je iets leuk vindt... Nee, daarna is het wel klaar voor mij. Het is niet dat ik... Ik heb ook geslapen. Oh nee, maar jij zei wel net... Je bent er heel de tijd mee bezig, zei je net. Nee, Casey zei dat. Ja, ik zei dat. Je bent er hier boven. Nu iedereen door te halen. Ja, dan lijkt het wel op elkaar. Ik snap het wel. Oh. Ja, maar weet je, als content creator, je bent ook altijd de content creator. Maakt niet uit wat je doet, waar je bent. Je hebt altijd die functie, zeg maar. Eric, ik weet niet of jullie Eric kennen, een grote YouTuber. Die had ook op een podcast dat gezegd, dat hij zei van... Met normaal bij een bedrijf werken of zo. Zelfs al is het bedrijf van jou of zo. Je hebt natuurlijk bepaalde quota die je moet halen of zo. Maar er is niet echt een reden om bijvoorbeeld daarboven te gaan met productie. Stel je maakt producten. Je gaat niet meer producten maken dan dat je kan verkopen bijvoorbeeld. Maar met een social media baan is het altijd zo. Er valt altijd meer te winnen. Je kan altijd een Instagram post maken, een TikTok video, een Twitch stream doen, een YouTube video. Er is altijd, elk moment van de dag... Kan je iets doen om je bereik groter te maken? Er is geen limiet zoals dat normaal bij normale banen is. En dat is natuurlijk het probleem ermee. Eindeloos schaalbaar. Ja, en dan blijf je dus denken... Ik heb dat ook wel eens hoor. Dat ik lig te slapen. Dat ik denk, ik heb vandaag gewoon helemaal niks gedaan voor mijn Twitch kanaal, weet je wel. En ja, dan voel je je ergens toch wel vervelend. Je had allemaal dingen kunnen doen, maar je hebt besloten om misschien een beetje te chillen met vrienden of zo. Ja, maar en ik denk dat daarom ook... Ik denk dat streamers daarom ook... meer een levensstijl is dan dat het echt een baan is. Omdat je het niet echt in een 9-to-5 kan plaatsen. Ja, maar nu zeg je het eigenlijk wel weer een beetje. Het is voor jou echt een levensstijl. Ja, dus maar dan zet je hem niet uit en dan ben je gestopt met een Twitch streamer / content creator zijn. Je bent dus nog steeds die persoon als het jouw levensstijl is. Ja, maar luister, stel je bent een vader. Hè? Dat is misschien een raar voorbeeld, maar stel je bent een vader. Ik sluit het niet uit. Nee, maar stel dat dat is je levensstijl. Dat betekent niet dat je niet ook tijd voor jezelf nog kan maken als je kind aan het slapen is en je zit lekker Netflix te kijken. Dat kan gewoon nog. Ja, maar dan is dat ook niet dat je niet meer een vader bent. Ja, maar is dat... Ja, misschien liggen onze definities van levensstijl dan een beetje uit elkaar. Dat zou kunnen. Maar je bent vader... Inderdaad, dat is een bepaalde functie die je draagt. Net als een vader ook een baan heeft. Die is advocaat of stratenmaker. Maar dat zijn geen levensstijlen. En jij probeert dat niet zijn, te... Nee, vader is denk ik niet het perfecte voorbeeld. Maar dat is gewoon... Als je vader bent... Ja, ja, dat is lifestyle denk ik toch? Nee, ik ben geen pa, maar... leef wel een bepaald leven dan. Maar ik denk dat het voor u, chapeau, een beetje anders ligt dan voor sommige anderen. Als je streamt en je zit klaar met die stream, dan kun je gewoon dat lekker achter u laten en leuke dingen gaan doen. En wij kunnen ook leuke dingen doen, maar daarnaast, als onze stream klaar is, denken we misschien ook wel, oh shit, misschien moet ik toch eerder toch nog snel een tweet maken of toch nog snel een post maken. Ja. Of als je dan iets leuk gaat doen met vrienden, oh, misschien moet iemand een foto van mij maken, dan kan ik dat posten op Instagram. Weet je, wij zijn misschien iets meer met die dingen dan bezig dan jij misschien, en dat is oké. Ja, maar dat wil ik ook alleen maar een beetje schetsen voor de mensen die zitten te kijken. Het hoeft niet zo te zijn. Nee. Dat wil ik alleen maar schetsen.
Ik vind hem... Sjors, heb je antwoord op je vraag gekregen? Ja, zeker. Nou, ik vond het hartstikke interessant. Dat was een vraag. Het was een kantoor. Want ja, shit. Ja, niet iedereen heeft een antwoord opgegeven eigenlijk. Maar zou je een kantoortje liever willen hebben dan je eigen thuis om te streamen? Ja, liever dan. Kijk, als ik voor mezelf kan spreken. Ik bedoel, ik denk dat er allebei zo voordelen zijn. Ik denk dat het voordeel van een kantoor zou zijn dat je om 4 uur 's nachts nog steeds iedereen en alles bij elkaar kan schreeuwen. Dat is natuurlijk zeker een meerwaarde. Maar het voordeel van thuis is natuurlijk weer inderdaad dat je altijd eten hebt, Ariana. Dat is wel honger, jongens. Ik heb het een beetje gecombineerd wel, want ik stream bij mijn ouders thuis en ik woon ergens anders. Je zit nu en, bij je ouders thuis. Daar is altijd eten. Ik hoef helemaal geen geld uit te geven aan kwark en niet aan tonijn en aan eieren. Ik bespaar op alles. Kenji, wat ga jij de komende tijd allemaal doen op jouw stream en waar gaan we content van maken? Nou, sowieso. Ik heb een paar concepten lopen. Sowieso met kippensoepje, de D&D-stream. Die blijven nog steeds lopen. Het blijft gezellig, blijft goed lachen. Die doen we dus om de 2 weken met 2 gaststreamers altijd. Daarnaast hebben we nog wat concepten. Ik heb een studio bij Cooler Master voor een boardgame-stream. Die mogen we weer gaan doen nu de lockdown weer versoepeld is. En... daar komt een. Ik ben op zolder een greenscreen tunnel aan het maken voor een special Just Dance stream. En dat gaat er ook binnenkort aankomen. Ja, ik moet eraan geloven voor de community. Maar als ik het doe, dan doe ik het goed. En dan maak ik ook een hele fucking tunnel. Dus, wil een tijd aan het datum, Ken? Zodra het af is. Zodra het af is. Soon, TM. Soon. Ik ben heel benieuwd naar het concept van de greenscreen tunnel. Maar cool. Twitch.tv/Kenzi. Sjors. Ja, ik gewoon altijd weer steady streamen. Leuke games komen er binnenkort uit. Eind januari, februari. En ben dus een beetje aan het kijken hoe je ook streaming content kan vertalen naar YouTube video's. Een beetje gewoon wat meer op die manier het wat serieuzer aanpakken of zo. Dat is een beetje het doel ook voor 2022. En verder ben ik nog met een bepaald project bezig. Wat ook in februari eraan zit te komen. Dus dat wordt ook misschien wel interessant. Daar ben ik druk mee. En verder nog natuurlijk... de kookstream komt ook weer deze week. Hartstikke leuk. Ik weet nog niet wat ik ga maken, maar we gaan koken weer. Koken uitverkoop. Lekker. Ja, zeker. Kookstream. Lekker. Twitch.tv/CESM. Ga even een kijkje nemen. Nessie. Ik ga denk ik nog een paar keer in het Nederlands streamen, want ik heb de smaak wel te pakken. Dus volgende week zijn er weer 2 Nederlandse streams. Beste en ik denk, ik denk dat ik een beetje ga moeten nadenken hoe dat ik dat allemaal ga aanpakken. Dat is best nieuw voor mij. Ik vind het wel spannend. Maar wel heel tof om van de community eigenlijk daar deel van uit te maken. En ten tweede ga ik een beetje werken aan mijn charity, omdat ik een charity ga, moet je dat zeggen? Hebben, doen, opzetten, dat is het woord. Can charity opzetten, om speelgoed. Misschien moet je toch in het Engels blijven streamen. In Nederlandse taal de list. Anyways, ik ga een charity opzetten om games en spelletjes, consoles voor kinderen die in het ziekenhuis zitten te kunnen kopen en die aan hun te kunnen geven. Dus daar ga ik me een beetje mee bezighouden. Nice. Heel nobel. Wat lief. Nou, nice. Kom even een kijkje nemen bij Nessie op de Twitch. Link onder in beeld. Ariana. Yes. Ja, ik heb een beetje een grote verandering in mijn stream nu. Ik was altijd een World of Warcraft streamer en dat ben ik dus nu niet meer. En nu ben ik voor het eerst aan het gamen, kom ik achter. Als in World of Warcraft is natuurlijk ook een game, maar ik ben nu voor het eerst dat ik ook een controller heb. En ik had hem dus heel lang zo vast. En we hebben echt met chat deze week nog moeten gaan googlen hoe ik hem dan vast moest houden. Want mijn duim begon zeer te doen. En ja, nu zitten we dus zo. En ik ben allemaal games. Ik speel nu Horizon Zero Dawn. Die ben ik nou heel aan. Vet. En ja. ik sla gewoon de lucht heel veel. Ik ben echt een 6-jarig nieuwe gamer. En ik vind het echt heerlijk dat ik eindelijk iets... Ja, gewoon leuke verhalen aan het doen ben. Dus ja, daar ben ik deze week wel mee bezig. Leren hoe ik moet gamen. En backseater is helemaal allowed bij mij ook. Want ik heb echt nog veel te leren. So ja, dat gaan we deze week doen. Nou. Was je ook gestopt door die Blizzard controversy? Nee. Dat is, het is echt puur dat ik variety wilde gaan doen en echt leuke games wilde gaan spelen. Niet de hele tijd, maar in de World of Warcraft queue zitten en
En mensen in mijn chat hebben, invite me. Like, dat was alles. En ik was klaar voor een verandering. Dus, en het is heel erg leuk. Het is echt zo leuk. Twitch.tv. Ik ben blij. /Ariana. Ga even een kijkje nemen. Ariana is gelukkig. Nou, dus dan is het vast leuk om te komen kijken. Shanna. Ja, ik hoor net dat ik deze week heel veel pizza's ga sturen naar Ariana, denk ik. Als het stream is. Nee, ik heb niet echt plannen om live te gaan deze week. Alleen, ja, het is nou weer, de horeca is nog steeds dicht. Dus misschien dat ik wel ergens hier en daar een muziekstreampje doe. Schminken. Ja, misschien wel, maar dan moet ik wel mensen hebben om te schminken. Als in, ik moet even een plan maken en dan, ja, dat wordt altijd heel spontaan. Ik kan niet een week van tevoren iets plannen. Ik moet gewoon, hey, kan je nu? Ja, is goed. En dan is het aan, weet je wel? Ja, dus ik heb niet echt een heel, ja, de horeca is dicht. Ik heb gewoon geen plannen. Dus, geen plannen, maar we zien wel. Vet van Netflixen en misschien wat muziek maken op stream. Dat is het, ja. Lekker. Nou, twitch.tv/ShannaNinaNL. Chapeau 0. Ja, eigenlijk maakt het me niet zoveel uit of jullie komen kijken naar mij. Ik zou dan graag het moment nemen om te zeggen dat wederom onze Sejekum Shos vandaag weer bewezen heeft dat hij een van de meest authentieke en integere mensen op Twitch is. Ga maar naar Sejekum Shos kijken. Blijf vooral bij mij weg. Dan ga ik League of Legends spelen voor niemand en de marbles verdooien doen. Zoek het allemaal maar uit wat jullie doen voor de rest. Nou, dankjewel, Jas. Best ja. Warwick en you, toch? Eventjes, dat is inmiddels ook alweer anders. Ah, mooi. Ik vind wel leuk, omdat ik hoorde laatst dat Chapo speelt wel League of Legends gewoon zoals hij is, toch? Dus hij komt wel in je base en staat daar dan achter je towers te dansen terwijl hij je gekilled heeft. En dan sneakt hij er. Dat is wel gewoon zijn stijl, toch? Ja, ik hou ervan. Over authentiek gesproken. Authentiek. Larsie. Gaat er bij jou de komende tijd allemaal... want je kan weer lopen, dus dat is sowieso al een winst. Kijk, ik ga naar Duitsland van de week. Ik ga daar in Bottrop, heb je zo'n indoor skibaan. Heel groot is dat. Ga ik even weer proberen te snowboarden. Alpine Center. Alpine Center. Ja, zou goed kunnen. Ik ga er gewoon heen. Ja. Dat wordt even geregeld op dit moment. Dus dat is wel lekker. Maar ik heb daar best wel zin in, want ik heb zoiets echt nog niet gedaan. Zeg maar iets van een soort van extreme sport, wat ik normaal wel doe, heb ik nog niet gedaan. Dus we gaan daar lekker opnemen en domme dingen doen. En op Twitch is het gewoon... Hoe komt het toch dat jij je voet ooit gebroken hebt? Ja, heel raar. Ja, heb ik al verteld, Tom. Maar ja, dat komt door een salto en niet landen. En dat, nou goed. Heel staan op YouTube, dus het was heel graag een nagevoel. Je buik wil ik het gewoon opzoeken. Nee joh, Daniel, gewoon weer lekker mijn ding doen. En wat ik wel even wil zeggen vandaag, ik ben heel blij dat we een persoon hadden. Nou, voor mij zit ze naast mij, maar op stream is het boven. Nou goed, die gewoon ook me iets heeft meegegeven dat, waar ik ook echt op kan bouwen. Dus niet alleen informatie die jullie zeggen en of het waar is of niet. Ja, dat moet ik zelf maar zoeken. Maar nu heb ik ook medische info. Ja, ik voel me gewoon een stuk slimmer. Dat vind ik lekker. Een beetje meer, dus dankjewel. Dat was een goede toevoeging. Heel lief, dankjewel. Nou, twitch.tv/LarsPeterson. En anders moet je me inderdaad ook op YouTube even volgen, want daar gebeurt ook van alles en nog wat. AC, nou moet jij ook wel iemand gaan complimenteren. Er wordt nou een ding. Oh. We moeten nou ook iemand gaan kiezen en even zeggen van... nou, dat was ook heel leuk, mens. Moet je even doen. The pressure. Wie ja, Casey, vertel ons, wie vond je geweldig en wat ga je streamen de komende tijd? Of wie, zag het mooi, wie was er het aantrekkelijkst vanavond bijvoorbeeld? Nou, sowieso jij, Chapo, sowieso ja, jij. Ja, 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 bedankt. Maar, nee, ik ga heel lame dit, maar ik ga iedereen een compliment geven. Want we hebben gewoon hele dikke, zware discussies gehad over hele moeilijke onderwerpen. Zonder dat het echt volledig uit de klauwen is gelopen. Dus dat zelfs met gewoon tegenstrijdige visies. Dus dat vind ik echt heel nice. Dat is fijn. Zo moet het ook gewoon kunnen. Op mijn stream, ik ben dit jaar weer wat meer bezig met andere platformen. Ook om te kijken wat ik daarmee kan doen. En dat vind ik eigenlijk, kom ik eigenlijk achter dat ik dat toch best wel heel moeilijk vind. Ik vind het heel makkelijk om gewoon tegen een camera te lullen en een heel verhaal op te houden. En als je dan ineens na moet gaan denken over wat je gaat doen, slaat bij mij alles dicht of zo. Maar daarnaast zijn we met een groepje bezig om zoveel mogelijk dingen te doen die de kijker kunnen besturen. Ik heb met kerst kookstream gedaan. Hadden we 3 camera's en de kijkers konden het camera point kiezen. Dat is een beetje opgekomen door zeg maar mijn roadtrip en de lessen die ik daarmee heb geleerd. En ik wil dat soort dingen meer gaan doen en kijken hoe we dat
in kunnen zetten. En we zijn bezig met zo'n... Kennen jullie zo'n racebaan met twee van die autootjes? Dan moet je een knopje indrukken en dan gaan ze harder en zachter. Ja, die werkte nooit. Die werkte nooit. Ja, bij mij wel. Maar wat we aan het doen zijn... is ik wil die hier achter mij neerzetten. We hebben twee banen gekocht. Dus 8 of 12 meter baan. En die door de chat kunnen laten besturen. Oh. Meerdere camera angles. Maar ging die bij jou nooit dat autootje van die baan de hele tijd? Ja, maar dat is het hele punt. Dan geef je dus te veel gas. Soms moet je gas loslaten, Chapo. Soms moet je even gas los. Oh, shit. Ja. Dus daar zijn we nu mee aan het pielen. Hoe we dat op een leuke manier door chat commands of dat soort dingen kunnen laten besturen. Nou, ziet er veelbelovend uit. Doop, twitch.tv/KCNL. Dank allemaal voor het erbij zijn vanavond aan de hele cast, aan iedereen in de chat. Inderdaad, goede discussies. Ik ga proberen van de week ook weer een paar keer live te gaan buiten de talkshow. Beloof niks, maar je ziet het allemaal wel. Join de Discord als je daar van op de hoogte wil blijven. En shout-out naar Kenji, Seesum, Nesiru, Ariana, Shananina, Chapo0, Lars Peterson en KCNL. En graag tot volgende week. Dag, doei. Ja. Ciao.